Welkom bij aflevering 288. We ontvangen vandaag een hooggeëerde gast, vorig jaar nog speler van Antwerp bij de Antwerpfans, toch bij de Vierkante Paalluisteraars, bekend als Poelie Potgrond. We gaan een interview doen met Pieter Gerkes vandaag. Ik ben Thomas Lembroek. Ik ben Geron de Wulf. Ik ben Duncan Bartolomeusen. En ik ben Pieter Gerkes. Welkom. Poenie Potgrond, welkom. Dank je, van waar de potgrond? lang verhaal. Eigenlijk niet zo lang verhaal. Kent je de film Alles moet weg? Nee, die ken ik niet. Oké, dat is een klassieker van Jan Verheyen. Jan Verheyen. In begin jaren 90. Zoiets, hè? Ja. Ik kijk naar de Geron, want hij is iets ouder dan... Ja, dan met Stanley Krits en Peter van het begin. Ja, en op een bepaald moment in die film is er een discussie van wat is nou de basis van een plantenwinkel? Dat is... En ze zitten dan samen in bed. Samen in bed. Wat is nou de basis van een plantenwinkel of een bloemenwinkel? Ja. En zegt de ene, ja, bloemen, hè? En de ander zegt... Nee, potgrond. Potgrond. Dus de analogie is, de basis van onze ploeg op dat moment, word jij. Mooie woorden. Dus jij wordt de potgrond van ons ding. En dat klikte dan goed met Poenie. Poenie, ja. Dus Poenie, vooral daarmee waarschijnlijk. Niet zo zeker het potgrond verhaal, maar gewoon om het goed klikte. Het klikte fantastisch goed. Pieter, bedankt om te komen. Met veel plezier. Jij zit hier dankzij Duncan Bartolomeusen. Dat klopt. Voilà. Duncan, misschien moet je dat even uitleggen, de liaison. Nee, ik ben al sinds dat Pieter bij ons speelt ook wel een beetje fan. Allee, ik heb altijd graag zien spelen. En gemeenschappelijke kennissen in Bilzen, Limburg, waar dat Pieter vandaan komt. Alright. En ik dacht op een gegeven moment, ja, nu is hij geen Antwerpse speler niet meer. Ik kan het eens vragen, wie weet. En nu de interlandperiode was een goed moment voor iedereen, denk ik. En voilà, en zo zijn we hier beland. Ja. Want we hebben zo'n policy bij de Vierkante Paal dat we geen huidige Antwerp-spelers vragen, want ja, die moeten dan zwijgen eigenlijk over van alles. En ja, dat is eigenlijk... Nee, jij niet meer. Dus nee, alles open boek worden vandaag. Nee, jij moet vooral zeggen wat je wilt zeggen. En, maar allee, als je zelf nog onder contact ligt bij je club... Dan ligt dat misschien wel moeilijker. Ja, dan moeten wij eerst 3 briefings doen met de persverantwoordelijken en wat gaan we vragen en dit en dat. En dat is niet het opzet van deze podcast. We zijn onafhankelijk. Onafhankelijk en wij moeten allemaal vrijheid kunnen zeveren. Daar zijn wij heel goed in. Alright, je bent deze zomer verhuisd. Allee, dat weet ik niet dat je verhuisd bent, maar alleszins van club veranderd. Ja. Okay. Je speelt nu voor Gent. Valt dat mee? Ja, zeker en vast. Gelukkig wel. Het is altijd een aanpassing natuurlijk. Het is altijd een beetje anders. Elke ploeg heeft zijn eigen kenmerken en zijn eigen manier van werken. Dus dat is hier ook een verschil. Maar oké, op zich valt het wel allemaal mee en gaat het wel redelijk goed. En hoe gaat dat zo in zijn werk? Jij wordt einde contract, hè? Ja, klopt. Zeg jij dan zelf tegen uw zaakwaarnemer waarschijnlijk, zoek mij een club? Of is er al vooraf contact? Of wilde jij eerder blijven en moest weg? Dat gaat een beetje allemaal tegelijkertijd. Natuurlijk, ja, vanaf het moment dat wat clubs weten dat een contract afloopt, gaan er gesprekken ontstaan. Langs alle kanten, zowel van de huidige club als van andere potentiële nieuwe clubs. Dus in dat opzicht moet ik niet tegen de makelaar zeggen van begin te werken, maar dan schiet die molen een beetje vanzelf in gang. En dan is het een beetje kijken wat dat de opties zijn, kijken wat dat de voorwaarden overal zijn, links, rechts en ja. En wat waren de opties? Zat er iets buitenlands bij? De pech die ik... Of ja, pech. Dit is wat het is. Maar ik ben natuurlijk in december dan geblesseerd geraakt. En sindsdien heb ik eigenlijk niet meer... ik ben nog 2 keer in ieder geval, denk ik, tegen Gent en Leuven. Maar eigenlijk niet meer gevoetbald. Waardoor dat al die opties wat er voor december, die gesprekken die er wel waren, dat die allemaal een beetje weggevallen zijn. Omdat ik niet meer voetbalde. Wanneer was het duidelijk dat je niet zou verlengen bij Antwerpen? Of dat Antwerpen niet wou verlengen? Het heeft redelijk lang geduurd voordat ik van Antwerpen überhaupt iets gehoord had. Ik zeg het vanaf december. Want vanaf januari mocht je vrij tekenen waar dat je wilt als je einde contract bent voor volgend seizoen. Okay. Dus daarvoor mogen eigenlijk geen clubs met u praten. En dat gebeurde ook nooit. Hè? Nee, absoluut niet. Nee. Maar dus vanaf januari mocht je dan zogezegd vrij tekenen waar dat je wilt. En voor volgend seizoen, ik denk dat in het verleden nog wel een paar keer bij Antwerpen fout gegaan is. Ik herinner me dan
zowel Lior als Simon Junkelrot, die dan in januari alle twee getekend hadden voor een andere ploeg. Waardoor dat dan iets moeilijker ligt, zeker omdat dat ploegen binnen België waren. Ja. Dus ja, die gesprekken beginnen dan te lopen. En ja, zoals ik al zei, waren er wel enkele opties voor het buitenland, maar ja, die zijn dan allemaal weggevallen of verwaterd, aangezien dat ik niet meer voetbal. Als zo'n dingen uitlekken, is dat dan meestal de voetballer? Is dat meestal de... Dat is een goede vraag, want elk jaar opnieuw en in elke club waar ik tot nu toe gespeeld heb, binnen België dan uiteraard, want ik heb alleen maar binnen België gespeeld, lekken er altijd dingen. En het is altijd de grote vraag. Wie? Want ja, zowel de club zelf zegt van, ja, dat zijn de spelers. En dan, niemand gaat zeggen, dat was ik. Dus ja, dat is altijd zo'n beetje een mysterie van waar dat komt. Maar jij kunt wel zeggen dat jij het niet waard. Ik was het niet. Dus in mijn geval was ik het niet. Dus ja, dat is een beetje altijd een mysterie waar dat komt. Natuurlijk, ja, daar gaat altijd wel, of ja, daar gaat misschien wel altijd iemand hebben... baat bij hebben bij het lekken van sommige informatie. Dus ja, de ene keer zal dat de club zijn, de andere keer zal dat de speler zijn. Is dat dan een spel met bevriende journalisten, clubwatchers? Onder andere, ja. Meestal clubwatchers, ja, omdat die relatief kort bij club staan. Dus die hebben ook meestal de gegevens van mensen die misschien niet direct betrokken zijn bij de communicatie, maar die wel genoeg betrokken zijn bij het geheel binnen de club. Dus die wel van dingen weten. En ja, meestal zijn dat vrienden zelfs van de mensen. Dus ja, dat is zo, denk ik, dat... Want ja, nogmaals, het is een mysterie. Ja. Zo denk ik dat de meeste informatie wel naar buiten komt, ja. En babbelde er dan mee je collega voetballer? Zo, stel je voor dat er valt zo ineens de pers in, dat de Ritchie gaat vertrekken. Is dat dan een gespreksonderwerp in de kleedkamer? Van wat is het, man? Ja, zeker wel, ja. Vanaf mij dat... Meestal weten de spelers dat... Je hebt altijd met sommige spelers iets beter contact als met anderen. Dus van sommigen weet je dat dan wel en dat gaat meestal redelijk snel rond. En zeker als het min of meer concreet wordt, dan weet iedereen dat wel. En dan wordt er wel over gesproken, meestal op een lachende manier. Want ja, het is nog altijd zijn keuze. Ja. Ik bedoel, dus je kunt er ook niet... je kunt natuurlijk wel vragen van alsjeblieft blijf. Maar ja, uiteindelijk moet die jongen aan zijn eigen denken en zijn eigen carrière. Dus er wordt meestal dan over gelachen en een beetje over gezeverd, over geplaagd. Maar het is... meestal komt dat wel tot bij die groep, ja. Het is spijt dat je niet nog wel lang is gebleven en dan heel die Saudi-Arabische markt is opengegaan, dat je misschien daar 20 miljoen had kunnen gaan verdienen. Voor 30 had ik het gedaan, 20 was het thuisgebleven. Nee, maar ja, oké. Het verhaal een beetje voor mij was omdat, ja, zoals ik al zei, was ik dan lang geblesseerd. Dus in dat opzicht wou ik ook relatief snel wel iets... om handen hebben om toch iets of wat zekerheid te hebben. Want ja, je weet het natuurlijk nooit als je zo lang niet meer gevoetbald hebt. En je blijft wachten en je blijft tegen potentiële dingen nee zeggen. Dan kunnen soms je eigen ook buitenspel zetten. En dat wil ik absoluut vermijden. En ook voor toch iets of wat gemoedsrust te hebben. Want ja, ik ben dan geblesseerd aangekomen bij mijn nieuwe club. Dus in dat opzicht heb ik ook heel de vakantie door moeten trainen. En om dan toch wel... min of meer een vast doel te hebben van met die mensen gaat het volgend jaar worden. Ja, die gemoedsrust is echt zo zwaar dat je... Goh, ik heb er tot nu toe nog niet echt veel last van gehad. Maar nu in deze periode, omdat ik had van december niet meer gevoetbald, wat lang is. En je zit aan einde contract en je weet dan dat het bij je huidige werkgever, dat op zich het beste kennen op dit moment, dat het daar niks meer gaat worden. Ja, dan begint dat toch een beetje stresserend te worden. Hè? Want ja, je wilt volgend jaar wel nog ergens zo goed mogelijk aan de bak komen. Ja, en zowel financieel als op sportief vlak wilt je zo hoog mogelijk blijven. En ook naar je gezin toe is dat toch ook een reden om aan te denken. Dus in deze periode vond ik dat wel redelijk stresserend. Ook omdat dat ook allemaal zo lang aansleep. Je begint dan rond december met die gesprekken in een positie waar je heel sterk bent. Want je zit einde contract en je speelde tot dan toe alles. Gewoon redelijk veel. Dus dat was een goed jaar, hè, vorig jaar. Ja, mocht je niet klagen, nee. In dat opzicht begon je van iets heel sterk. En ja, je voelde die positie altijd maar zwakker en zwakker en zwakker worden. En uiteindelijk, zit je wel blij als er iets... Wat was de blessure juist? Ik had een scheur in mijn hamstringpees. In december al. En ja, dan ben ik blijven hervallen in die revalidatie. Want ja, aanvankelijk was dat 3 weken. Dan na 3 weken ben ik dan terug ingevallen tegen Gent.
Maar dan was het dan niet goed. Ja. Dan hebben we terug 3 weken genomen. Ja. Terug in ieder geval tegen Leuven. En dan was het weer niet goed. Dus ja, dat bleef zo'n beetje aanslepen. En dat bleef, die datum bleef opschuiven. En ja, op den duur is er zelfs een operatie gekomen. Ik ben dan in april pas geopereerd. Dus van december tot april zitten zo'n beetje... Half, ja, inderdaad. En dan ja, met het zicht dan ook omdat ik dan volgend jaar vrije speler was en ik moest daar eens nog een ploeg vinden, was die operatie dan de enige zekerheid dat ik naar dit seizoen toe volledig terug fit zou zijn. Dus ja, in dat opzicht hebben we daar dan ook voor gekozen. Maar ja, dat maakt de positie natuurlijk weer iets zwakker, want ja, je bent helemaal oud, je doet helemaal niks meer dan die periode. Dus ja, dat was wel stresserend. En die zet dan de figuur van Hein van Azenbroek ook, die zekerheid dat dat u biedt, dat je die kent, dat je weet hoe dat hij speelt, dat die keuze vergemakkelijkt? Dat heeft er zeker vast mee te maken. Ja. Als je met iemand samengewerkt hebt, dan weet je al... Want hij heeft u ook naar Anderlecht gehaald toen, toch? Nee, ik ben onder Weiler naar Anderlecht gekomen. Ah, oké. En hij heeft toen, ik denk in november ongeveer, heeft hij overgenomen. Ja. Dus dat seizoen dan, ja. Ja, dat seizoen wel is hij gekomen. Maar ja, dat speelt zeker mee, want ja, dat is een beetje een connectie die je al hebt. En zeker en vast, ja, omdat ik denk dat Gent ook wel een club is die probeert zo hoog mogelijk altijd te eindigen. En die Europees al 9 jaar op rij in de groepsfase van een of andere Europese competitie zit. Dus in dat opzicht was ook nog wel een ploeg die hoog op... Stabiele. Ja, stabiele ploeg op het serieus niveau. Ook nog wel, wat ik ook nog wel belangrijk vond. En dan, ja, zoals gezegd, die link wat er al is, heeft natuurlijk ook meegespeeld. Ja. Over de Antwerp zelf dan, want ja, je zegt zelf, vorig jaar, je begint goed aan het seizoen, je valt dan uit, wat half geblesseerd. Dus alleen in december denk je nog van, hey, over 3 weken stond ik er terug. Over 3 weken stond ik er terug. Dus ja, je ziet je basisplaats wat verdwijnen. Ekkelenkamp, wat voor ons als niet voetbalkenners, maar liefhebbers, een gelijkaardig type is al nu. Ja, klopt. Die doet het dan goed. Ja. Voelt het dan wrang? Nu de dubbel, we hebben uiteindelijk het hoogst mogelijke gehad, dat je daar zelf niet een grotere rol in hebt kunnen spelen? Of zit er even fier op als dan dat je de 40 basispassen had gehad? Goh, dat is inderdaad. Dat voelt wel een beetje wrang. Ook omdat je, zeker vanaf december tot april, waar je dan uiteindelijk geopereerd bent, zit je nog altijd bij die groep en je zit elke dag volop bezig met mijn eigen programma om zo snel mogelijk terug bij die groep te zijn. Maar dan vanaf het moment dat je opereert wordt in april, ja, dan zet je eigen programma en je weet van ja, dit seizoen ga ik niet meer in actie komen. En je zit ook niet meer zo heel vaak bij de groep, want in het begin, na een operatie, kun je niet zo heel veel doen. Dus je zit dan minder aanwezig. En dan voelde ik ook wel dat allemaal heel anders aanvoelde dan die periode ervoor. Maar ik hoop dat ik daar binnen x aantal jaar wel nog altijd zeer fier op kan terugkijken, omdat ik uiteindelijk... zeker de beker vind ik... heb ik het wat moeilijker mee. Okay. Omdat ik uiteindelijk maar 60 minuten in de beker gespeeld heb van die we gewonnen hebben. Ja. Maar de competitie kan ik toch zeggen dat ik toch nog 18 matchen gestart ben. En, dus in dat opzicht heb ik toch nog iets gedaan. Ja, het is natuurlijk wel niet die 27 op 27 zijn altijd basisspeler geweest. Hè? En die 27 op 27 waren heel belangrijk in heel de dubbel het verhaal. Ja, dus, zeker en vast. Je moet dat niet onderschatten, denk ik. Uiteindelijk, de prijzen worden aan de mede uitgedeeld. Dus ja, dat is zo. Dat blijft toch nog altijd een beetje wrang. Maar ja, ik zeg het, hopelijk kan ik binnen dit en een paar jaar daar anders op terugkijken. Want uiteindelijk staat het toch maar op je palmarès. Dus hopelijk... Ja, nu begint gewoon in een dubbel pakken, dat weet ik ook. Dus, Never say never. Ja, hoe is dat voor u? Want ja, je hebt vorig jaar in een uitstekende kern gewerkt, denk ik. Nu bij Gent, alleen wij als neutrale toeschouwer, toch naar Gent toe, zien daar wel een heel sterk team staan, heel sterke aanvallers. Hoe beleefde jij dat? Hoe is het verschil tussen Antwerpen vorig jaar en Gent dit jaar? Ja, inderdaad. Ik denk dat vorig jaar een heel sterke groep was. Maar als je mij persoonlijk vraagt of wij de beste groep hadden in mijn 3 jaar Antwerpen, dan denk ik niet dat ik de beste groep was. Oké. Okay. Waren er sterkere groepen voor? Als ik puur naar de individuele spelers kijk, dan denk ik van wel. Ja. Ik denk dat wij vorig jaar periodes hadden waar de speel heel erg dun was. Waar dat we eigenlijk met 15, 16 spelers aan het werk waren.
En als je... Dat is perfect uitgedraaid uiteindelijk. Ja. Ja, ik denk dat we daar zeker en vast niet over mogen klagen. Maar als je iets of wat pech hebt dat jaar, in de zin van dat je een blessure extra of zo hebt, dan denk ik dat we een groot probleem gezeten hebben. Mm. En ook het feit dat we geen Europees gespeeld hebben, of ja, toch niet de groepsfase, denk ik dat een godsgeschenk was voor ons. Want ik denk dat onze kern niet groot genoeg was om dit te kunnen behalen, ja, samen met die Europese campagne. En dan nu bij Gent, denk ik dat misschien de individuele kwaliteit in vergelijking met vorig jaar misschien iets hoger ligt. Maar ja, dat is, zoals ik al gezegd heb, denk dat die andere jaren in Antwerp, dat er in de individuele kwaliteit ook wel iets hoger lag dan misschien vorig jaar. Maar dat is geen garantie op succes. Dus het jaar onder Leko of onder Priske, was er meer individuele kwaliteit? Ik denk dat het jaar onder Leko, dat ik vooral vond dat het... Ja. Dat de groep sterker was. In de zin van... Die was groter, denk ik. Was uitgebreider. En dat was moeilijker om op training je ding te doen dan vorig jaar. Vorig jaar denk ik dat wij een heel brave, goede... Ik denk dat dat ons oprecht ook kampioen gemaakt heeft. De hechtheid van die groep. Ik denk dat... Ik spreek voor mezelf natuurlijk. In mijn carrière heb ik nog nooit zo'n groep gezien als wij vorig jaar hadden. Wij lachen en wij zevenden continu. En niveau op training was misschien niet altijd het belangrijkste. Maar dat is wel straf, hè? Ja, het is ook heel straf van mij om te horen. Er was zoveel plezier en er wordt zoveel gelachen onder elkaar. En iedereen, maar echt iedereen, komt met iedereen lachen. Heel vaak binnen ploegen heb je groepjes daar. Mm-hmm. Meestal taalgerelateerd, dat die meer met elkaar omgaan en dat er minder gesproken wordt doorheen de hele groep. Maar vorig jaar was dat echt... Ja, is dat ook door de trainer zoiets? Of is dat echt... Dat heeft er zeker mee te maken ook, ja. Want ja, als trainer bepaalt je hoe serieus tot op een bepaald niveau het kan gaan. Maar je bepaalt ook hoe los dat je iedereen daarin laat en waar dat je die balans vindt. En ik denk dat nogmaals, in mijn opinie... Dat vorig jaar onze grote sterkte was. Bij ons als fans leefde de perceptie dat de assistent, John Stegeman, was het, denk ik, dat de pitbull is, een ijzer discipline op training... Andries, denk ik dat je bedoelt. Of Andries. Ja, ik ken die twee ook nooit uit elkaar. Okay, ja, nee. Dat is bij mij... Ja. Er is reden dat er ook uitziet als een pitbull. Ja, dat is Andries, denk ik. Ja. Die horen ook het meeste schreeuwende... Ja, dan die. Dus, dat is de perceptie die bij ons leefde. Die zorgt ervoor dat... Oh ja, natuurlijk. Maar dat is vooral in de filmpjes en niet echt in de realiteit. Nee. Jawel, op trein. Maar er werd ook wel gestreus gewerkt. Ja. Ik moet niet verkeerd begrijpen dat het daar elke dag dollen was. Ja. Nee, dat zeker niet. Er werd ook wel gestreus gewerkt. Maar ja, op een heel subtiele manier. En dat denk ik oprecht, denk ik ook dat die Hollandse cultuur daar wel iets mee te maken heeft. Waar dat misschien meer gelachen wordt en meer flauw gedaan wordt op training. Waardoor dat het toch een iets andere, luchtigere sfeer creëert. Maar ja, los daarvan werd er natuurlijk ook wel serieus getraind en hard gewerkt. Maar ja, er was dat altijd zo niemand voelde zich te bang of eender wat om een mopje te maken op training. Mm. Of om iemand uit te lachen als er iets gebeurde. En daar heb ik in mijn carrière toch wel anders geweten dat dat veel serieuzer was in het tribunes gebeuren. Ja, serieus? Waar? Ja, op elk andere... Mm. Het gewoon meer hiërarchie of zo. Ja, meer hiërarchie en ook meer van ja, we zijn hier om te trainen en om te werken en de rest wordt hier niet gelachen of zo. Mm. Dat gebeurt wel. Ja. Er zit dan ook geen Lamkel Zee-figuur tussen afgelopen jaar. Inderdaad, nee, dat heeft er misschien ook wel mee te maken dat de sfeer misschien iets beter was dan de jaren ervoor. Maar ik zeg jullie, zo'n figuur, dat kan twee kanten op gaan. Dat kan u als groep beter maken, of dat kan ervoor zorgen dat je inderdaad op eilandjes loopt en dat iedereen zijn eigen ding gaat doen en dat er geen cohesie is in het geheel. En ik denk dat dat een beetje het probleem was binnen Antwerpen, zeker in mijn periode dat ik met hem heb samengespeeld. Terwijl dat misschien daarvoor wel anders, dat er misschien wel die andere reactie gecreëerd heeft, maar daar kan ik natuurlijk niet over mee praten. Weten we eigenlijk welke naam dat er op de achterkant stond van Lamkel Zee, zijn Anderlecht truitje? Misschien was dat wel een Gerkes, hè? Misschien was dat wel een 16. Misschien was dat wel de superfan van. Die kans zag die klein. Waarschijnlijk gewoon Lamkel Zee. Ja, hij zit ergens in de Marokkaanse Turkije. Turkije zit er nu.
Ja. Maar ook, was het niet tweede klas? Dat weet ik niet. Zwart. Daar zat meer in. Ja. Daar zat zeker een meer in. Trouwens, weet dat je dat vertelde over dat we Europees geen groepsfase hadden gespeeld afgelopen seizoen, net aan een troef was. We hebben 6 matchen gespeeld in die kwalificatie. Dat was de kwalificatie voor de Conference League. 5 eerste matchen niet verloren, gelijk of gewonnen. En dan is Pieter Gerkes geschorst. Hup, de boot in tegen Basak Sehi. Salmi. Dat zou ik zeker vast niet zeggen. Voilà, je staat terug bij in de competitie. Hup, we winnen alles in de competitie. Mm. En dan geblesseerd. Voilà. Ja. En dan is het weer verminderen gegaan. Hè? Ja, voilà. Ja. Dus, zeg, toen dat je uit was dan in december, dat is een periode waar er veel spelers uit waren. Sommige met kleine kwaaltjes, andere langere. En dan kwam ineens een hoop jeugdspelers erbij. Ja. Een Vermeer die wat mee op jou, in de buurt van jouw positie, ja, speelt op middenveld. Van den Bos, Corbani, noem ze hem allemaal maar op. Keita is zo'n gekomen. Keita, ja, sinds januari. Eind januari. Deadline day. Ja. Ik ben geblesseerd graag in dezelfde oefenmatch dat Youssouf geblesseerd heeft. Voilà, ja. Tegen Kortrijk toen. Tegen Kortrijk, en dat was, ik denk, de laatste voorbereidingswedstrijd na het WK. Want dat is het WK dan geweest in november. Dus ja, inderdaad, dan hebben ze Keita gaan halen, omdat zowel Youssouf als ik dan iets langer uitbleken te zijn dan dat aanvankelijk bepaald was. En dan inderdaad ook met de komst van al die jonggasten zijn toen ook allemaal gekomen, Had je dat van Vermeer zien komen, dat dat het talentje is dat dat nu is gebleken? Ik hoorde alleen maar, als er over de jeugd gesproken werd, was het altijd Arthur Vermeer. Maar ja, dat is... Mm-hmm. Ik kende hem natuurlijk niet, want ik ging niet zo heel veel jeugdwedstrijden kijken. en toen dat hij bij ons in de groep kwam, was er wel iemand waarvan ik direct zag, die pikt het heel snel op, dat gaat heel vlot voor hem allemaal, alles is heel gemakkelijk. Maar ik ga eerlijk zijn om te zeggen dat ik dit verwacht had, wat hij nu doet. De eerste week had ik dat er ook niet in gezien. Zeker en vast niet, maar dan zie je dat die jongen elke keer opnieuw gewoon stappen en stappen blijft zetten en telkens omhoog en omhoog gaat. En dat hij eigenlijk, sinds dat hij bij ons gekomen is, nooit meer een kleine dip gehad heeft of een stap naar onder gezet heeft. Dus in dat opzicht is dat wel iets wat dat verrast, zeker en vast. Want dat, nogmaals, ik had dat voorhand niet gezien, maar ook niet omdat je zag direct dat hij alles heel gemakkelijk oppikte, dat hij het niveau heel snel aankon, dat alles... altijd zijn balaanname, zijn eerste balaanname, dat die altijd perfect waren, waardoor dat je heel gemakkelijk kunt voetballen en zo. Dus in dat opzicht verrast het mij dan ook weer niet, maar ik kan niet ontkennen dat ik dit hier direct dan gezien had. Maar toen had je hem de eerste keer zag in de kleedkamer, hij ziet er niet uit als een beloftevol profvoetballer. Nee. En als nog je altijd nu. Als je dan op diezelfde positie staat, denk je dan, is je eerste gedachte dan van, oh shit. Of is het toch van, vooral het team... Maar nu gaan we echt wel... Hebben we er iemand bij? Ja, zeker en vast. Ik denk dat het alleen maar positief was. Want zoals ik al zei, denk ik dat we dan niet de breedste kern hadden. Dus in dat opzicht was dat wel iets dat wel gekomen was. Want ik denk dat... ik speelde dan samen met Youssouf op middenveld elke wedstrijd ervoor. En er was niet echt vervanging voor één van ons twee. Zeker niet nadat Raja dan is weggevallen. Was er al eigenlijk weinig tot geen vervanging meer op die positie. Dus in dat opzicht is dat wel altijd goed geweest voor de ploeg. Natuurlijk, als je dan zelf uitvalt, kijk je daar anders tegenover. Omdat je, zeker in het begin zit je vooral met je eigen bezig om zo snel mogelijk terug te komen. Om zo snel mogelijk terug fit te zijn, om terug je plaats op te eisen. Ja, je hebt nooit samengespeeld, hè, met Vermeeren. Ja, die invalbeurten heb ik dan een paar keer samen, maar eigenlijk niet... Niet echt veel. Een kwartier tegen Gent en 11 minuten tegen Leuven. Dus inderdaad. Maar op dat moment was ik daar niet echt mee bezig, omdat ik vooral bezig was met mezelf. Egoïstisch gezien, maar... Terecht, hè. Als je een blessure komt, zeker. Ja, inderdaad. Maar je zegt dat je zo een hechte binde waard. Merkte dat nu nog, dat je nog altijd contact zoekt met elkaar, of... Is dat gewoon een liefde van dat jaar? En op het moment dat jij verhuist, verwatert dat ook gewoon? Ja, dat verwatert ook gewoon. Omdat voetbal is een groepsport, maar dat is eigenlijk een heel egoïstische wereld. Mm-hmm. Iedereen is met zijn eigen bezig. En natuurlijk, als je binnen een ploeg zit, dan zie je elkaar elke dag. Ik zie die man meer dan dat ik mijn eigen vriendin zie. Dus je ziet elkaar zo vaak. Dus je creëert wel iets samen en je creëert wel een band samen. Maar ergens blijft dat...
een werk. Ja, dat zijn collega's. Dat zijn collega's, ja, inderdaad. Dus in het begin, toen dat ik dan verhuisd was, heb je af en toe nog wel contact met enkelingen. Maar ja, zoals ik al zei, dat verwatert relatief snel, omdat je alle twee of allemaal met je eigen bezig bent en met je eigen verderzetting. Dus dat verwatert. Maar als ik nu even het stad inloop en ik kom iemand tegen, dan ga ik daar zeker vast een koffie drinken. Ja. Of als ik in de stad ben, dan stuur ik wel een berichtje als ik weet dat sommigen nog in de stad wonen om misschien iets te gaan doen als ik partij heb. Dus daar niet van. Je onthoudt al die mooie momenten wel samen en dat blijft wel altijd iets wat je bent. Maar het is niet dat ik... Ja, en sowieso gaat er nog wel uitgenodigd worden binnen 15 jaar, binnen 20 jaar, om ja, zeker. Door de kranten en door de club om een keer... Samen te komen, ja, inderdaad. De beelden te bekijken van vroeger. Dus dan zullen die momenten wel redelijk snel terugkomen. Want, zit jij volgende week ook uitgenodigd op de dubbel? Nee. Ja, dat is spijtig. Jo. Ja, nee, ik had zo gedacht dat ze dan de kampioen... Wij nodigen nu bij. Dat is lief. Dus. Dinsdag 13. 12. 12 september. Ik denk niet nooit dat wij iets op de 13e gaan doen. 12 plus 1 is maar het gezegd. Ja. Pieter, misschien een appetante vraag, maar de reden waarom dat potgrond bij ons naar boven was gekomen, is om aan te duiden van Gerkes is een belangrijke speler, ook al zie je hem niet altijd. Hij heeft een hoog standaardniveau, zal ik zeggen. En hij valt niet altijd op, maar hij is altijd belangrijk. En ik denk, met een Ekkelenkamp, er waren een vergelijkbaar profiel, er komt ook veel kritiek op van mensen van, die moet belangrijker zijn en meer goals en assists en dit en dat. Maar pak dan weg en dan zie je wat je mist. En hetzelfde hadden we bij u in die 3 jaar dat je bij ons was. Je hebt verschillende rollen vertolkt onder verschillende coaches, maar dat was wel een constante van Gerkes die je start en niemand zegt er iets op. Altijd een 7, af en toe een goal, af en toe een assist. Maar sommige mensen willen dan meer spektakel en een echte teen. Keihard ontwacht op die impotente vraag. Ja, nee, maar hoe gaat het daar mee om dat je door veel supporters, wij zijn geen voetbalkenners, maar bekeken wordt als een 7-tje. Een middelmaat. Ja, een middelmaat. Terwijl dat je, ik denk dat veel de voetbalkenners het allemaal over eens zijn. Elke coach die u in zijn ploeg heeft, die kiezen ook allemaal voor u. Jij haalt in elke ploeg dat je speelt veel basisplaatsen. Maar je wordt door de perceptie vaak zo wat een 7-tje genoemd of een 6-tje genoemd. Van, terwijl je ziet pas wat je mist als je er niet bij bent. Ja, inderdaad. Maar ik denk dat een beetje mijn spel is sowieso en ook mijn persoonlijkheid een beetje daarmee te maken heeft. Gelijk gezegd ben ik niet degene die het graag het liefst in het midden van de belangstelling loopt. En dat een beetje ook terugkomt op het veld. Ik denk dat ik... Dat is de kritiek die ik ook vaak van trainers krijg of van kenners, zal ik maar zeggen, om in die woorden te gebruiken, is om meer te vechten voor mezelf en meer mijn eigen naar voren te laten komen in tegenstelling tot meer in het team te denken. En dat is al iets dat van mijn jeugd meegaat. Ik bedoel, ik denk, bij Genk was ik altijd, ook middenvelder natuurlijk, en dan kreeg je elk jaar opnieuw, was het dan een jongen die bij mij in de ploeg speelde, die wat dan meer opviel en wat dan meer in de picture liep, zal ik maar zeggen. En wat dan, de bruine. Dat is een wanker. Net niet. Dat zou wel goed zijn. Nee, maar inderdaad. En dan kreeg je van de trainers ook altijd te horen van, je moet meer aan jezelf denken. Je moet meer, soms moet je egoïstisch zijn en meer je eigen ding doen. Maar ja, ik denk dat dat iets is wat nooit echt in mijn karakter gelegen heeft. Ik denk ook een van de eerste interviews die ik me herinner toen ik begon te voetballen bij Genk dan. In de eerste ploeg was een interview, Belang van Limburg uiteraard, een interview met mijn ouders. En die zei ook van, dat was ook de titel denk ik van Pieter is te braaf voor profvoetbal. En dat is iets wat altijd heel mijn carrière is meegekomen. En dat is iets wat zeker waar is, maar dat is ook... Ja, iets wat op mijn sterkte is, denk ik, uiteindelijk. Want ik denk dat... mijn carrière is toch niet gedaan. En verre van hopelijk niet. Maar ik denk dat ik in heel mijn carrière wel altijd voor mooie ploegen gespeeld heb. En dat heeft daar ook mee te maken, denk ik. Ik denk dat ik niet degene ben die de meeste show verkoopt, de beste statistieken heeft, de duurste contracten heeft. Maar ik denk dat ik gewoon altijd iemand ben waarop dat je op kunt terugvallen. En waardoor dat je weet van, dit is wat je gaat krijgen. En dit is wat je weet en wat je hebt. En dat is ook gewoon belangrijk, denk ik, in een ploeg om zo van die spelers te hebben. En ik weet dat ik niet elke... ondanks dat ik het zelf graag wil, maar dat ik niet elke match ga spelen en dat ik niet elke
elke belangrijke beslissing dat dat niet aan mij gevraagd zal worden om en... Mm-hmm. Maar hoe zwaar is die druk eigenlijk? Want ik denk dat Radja Nainggolan loopt nog veel meer in de picture. Maar je bent een topsporter, België, de pers nog relatief braaf, denk ik. Maar ze hebben het altijd van, die mannen hebben het ook niet makkelijk. Er is de druk van de club, de druk van de supporters. Hoe groot is die druk eigenlijk? Ik denk dat dat heel erg van persoon tot persoon afhangt, hoe dat je daar zelf mee omgaat. En ik zelf moet zeggen dat ik bij Genk mijn eerste periode... Mijn periode in het profvoetbal bij Genk in de eerste ploeg, denk ik dat ik zelf nog niet echt klaar was voor die druk. En dan had ik vooral het gevoel van druk van de supporters. En het gevoel wat mij daar het meeste angst, zal ik zeggen, bracht, was... Ik had heel hard het gevoel dat ik iedereen in het stadion kende. Omdat, ja, ik heb van mijn zesde tot mijn 21, 22 bij Genk gespeeld. Ik heb 6 jaar in Genk op school gezeten, dus ik kwam thuis, dat ging over de voetbal. Ik ging naar school, dat ging over de voetbal. Overal waar ik kwam, dat was de voetbal en dat was Genk. En dat was iedereen is van... in Limburg. Iedereen is een supporter van Genk. En dat was iets wat ik op dat moment onderdoor ben gegaan. Ik bedoel, ik kon het niveau daar niet halen. En dat is iets wat ik het zelf... Ja, zeker die periode heel moeilijk mee gehad heb. En dan ben ik naar Centraal gegaan en dat is... Ja, daar bestaat druk eigenlijk niet. Ik bedoel, dat is gewoon een heel andere manier van voetbal. Ik bedoel, of je wint of je verliest. Of kunstveldje, kunstgras. Maakt allemaal niet uit. Ik bedoel, dat is heel anders. En dan Anderlecht. Had ik eigenlijk, omdat ik die periode in Genk dan meegemaakt had, veel minder druk van buitenaf. Maar dan kwam bij mij meer en meer druk van mezelf uit dan van elke match willen spelen, elke match goed willen doen voor mezelf, voor de trainer in opzicht, omdat je elke match wil blijven spelen en die concurrentie is daar veel groter, want ja, zoals ik al net zei, in Sint-Truijen is dat allemaal iets anders. Dus je doet elke dag, leg je eigen druk op van ik moet presteren voor te kunnen spelen en voor erbij te zijn, en dat is druk die van je eigen komt. In dat opzicht is dat een heel andere druk dan die druk dat ik in Genk had. Want daar was dat meer zo druk van buitenaf die ik hard voelde. Terwijl bij Anderlecht was dat dan meer druk van mezelf. Terwijl dat, de pers in Anderlecht is veel groter dan de pers in Genk. Want daar heb je de Nederlandstalige pers en de Franstalige pers. Ja. En hoewel, omdat het jaar voordat ik daar naartoe ben gegaan, waren die dan kampioen gespeeld. En sinds 2010 is het alleen maar bergaf gegaan. Mijn eerste jaar was nog redelijk oké. Ik denk dat wij toen... derde geworden zijn, maar dat wij in de play-offs nog op 2-3 matchen van het einde dat wij nog meededen voor te winnen. Dus in dat opzicht was dat... derde toen was al niet meer goed genoeg voor Anderlecht, maar dat was op zich nog wel oké. Maar C13 is dat alleen maar bergaf gaan, dus ik heb daar ook nog de heel moeilijke periode mee gemaakt, zal ik zeggen, die nog altijd een beetje aansleept. Ja, dat is al even, hè. Ja. En dan Antwerp. Moet ik zeggen dat ik relatief weinig druk van buitenaf aanvaarde, omdat... Persoonlijk vind ik dat Antwerp de eerste club is waar ik speelde, waar dat eigenlijk de fans voorwaardelijk voor de ploeg zijn. Dus onvoorwaardelijk, sorry. Er zijn voorwaarden. Ongeacht of dat het liefst als het goed gaat, maar ik wil maar zeggen, als het dus een match of twee minder is, dan was dat wel nog altijd voor die ploeg en voor die spelers. Voelde hij als speler? Ja, zeker en vast. Ja. Zoals ik al zei, die moest er die druk zijn van wat sommige spelers hebben van buitenaf. Dat neemt dan een heel stuk weg, want je weet van oké, ik mag een fout maken en er gaat niet gefloten worden of er gaat geen consequenties aan hangen. Terwijl bij andere ploegen, als je twee foute passen geeft, dan wordt er gefloten. En dan, dus in dat opzicht is dat wel iets wat dat, zeker binnen Antwerpen dan veel tragelijker was, zal ik maar zeggen. Zoals ik al zei, voor mij... Wat heeft u doen kiezen voor Antwerpen? Want wij waren toen redelijk nieuw in eerste klasse. Je komt van Anderlecht. We waren met een project bezig en dat is heel waf gelopen, maar dat weet je niet op dat moment. Nee, dat weet je zeker niet, maar... Het was de juiste keuze daar ook niet van, hè? Dus, nee, absoluut. Klagerijk. Is dat dan Leko? Ja, op dat moment is dat wel vooral Leko, omdat je...
ik moet zeggen dat ik ook redelijk lang getwijfeld heb, omdat ik had dan een contact met Leeuw, ik had Leeuw bij Sint-Truiden al gehad, dus ik wist de manier van werken. En ik zag toen die bekerfinale, want toen had, ik was hier nog niet bij die bekerfinale toen, hadden jullie tegen Brugge gewonnen hadden. En toen dacht je van, want dat was het eigenlijk gewoon, dat was vechtvoetbal. Hè. Dat was op zijn beleunis nog, ja. Dat was op zijn beleunis, inderdaad. En toen dacht ik van, ja, dat is niet direct mijn sterkte, laat me het zo zeggen. En een leeg stadion ook nog, hè. Dus ook nog, ja, maar oké, dat was toen allemaal leeg stadions. Dus dat was inderdaad nog anders. Maar ja, ik herinner me, de eerste match dat Antwerpen terug in eerste klas speelde... Tegen Anderlecht. Was tegen Anderlecht, ja. Dus daar was ik bij. 1-1. Daar was ik bij, dus inderdaad, dat was... Dus en ik wist wel hoe dat het werkte. Hoe frustrerend is dat dan? Je komt dan bij Antwerpen, het is dan zonder publiek. Je speelt eigenlijk je beste half jaar, denk ik, bij ons, onder Leko. Mm-hmm. En er is niemand in het stadion die het kan zien. Match tegen Tottenham, noem maar op. Ja, dat is een onvergetelijk moment. En dat is heel raar om dat te zeggen, maar alles went zo snel. Je speelt die match op dat moment en... De eerste match is dat raar, de tweede match is dat raar, dat er geen iemand in het publiek zit, maar de derde match is dat normaal. En ik weet nog dat na corona, een van de eerste matchen na corona, speelden wij... Nee, niet de eerste, maar maakt niet uit. Speelden wij op Cerkelen. En ja, er was 1000 man in het Jan Breydenstadion, dus dat leek op een coronamatch. En toen was dat weer ineens heel abnormaal, want je had dan 5 matchen gehad waar dat er terug publiek zat en dan... was dat ineens een leeg stadion in Cerkelen, 1000 man. En toen voelde ik echt van, hoe ga ik me hier kunnen opladen? Voor heel die groep, hoe ga ik me hier kunnen opladen voor deze match, terwijl er niemand zit? Terwijl een maand geleden was alle matchen zo. Ja. Dus dat is iets heel bizar. Maar ja, nu achteraf gezien, die periode dat we toen gehad hebben, denk ik dat we inderdaad misschien wel het beste voetbal van België speelden op dat moment. Met die Europese campagne dan, waar dat, alles zo goed ging... Push. Hij maar die. Dus ja, dat was, een heel fijne periode, moet ik zeggen, maar ondanks het feit. Hoe voelde je als je zo Tottenham verslaagt? Oké, er zit geen publiek, maar je dan zoiets van, bitches, fuck you all, wij zijn hier kago. Ja, dat is enorm een goed gevoel, hè. Maar ik denk dat de wedstrijd erna was een Beerschot, denk ik. Ja, dat was een periode waarin we inderdaad Anderlecht hadden een bijschot en we hebben die allemaal gewonnen. Ja, dus ik denk dat die periode, dat gaat zo snel. En je weet van, oké, we spelen donderdag Tottenham en je denkt van, wat kan er hier nog gebeuren? Maar dan in zondag is bijschot, die match is even belangrijker. Misschien, dus ja. Dus dat gaat zo snel, dat je die euforie wordt zo snel, moet zo snel plaatsmaken voor iets nieuw, dat je daar, dat gaat zo snel dat je daar eigenlijk heel weinig van geniet. Ook, er is niet echt veel open in die periode. Dus het is ook niet dat je kunt zeggen van... we gaan met de ploeg een stapje zetten of zo. Dus dat gaat zo snel en dat is hoe zwaar wordt er dan bij jouw handje gepakt? Zo? Als je vliegt naar Tottenham, moet jij zelf van je pas denken? Of is er iemand van de club die zegt... à la passen hier. Dat wordt meestal... de dag voordat je vertrekt, wordt er een groep gezet voor je paspoort niet. Maar het is wel iedereen die zijn eigen paspoort moet meepakken. Okay. Want anders dan zijn ze gejost. En dat is nog geen privévliegtuig, zeker? Hè? Dat is gewoon Nee, dat is meestal gewoon... Dat was recent nog een charter of zo. Jean Vité was toch nog onlangs? Ja, daar heb ik ook gehoord. Even voor Den Bob, een van onze mede-podcasters, misschien gerust te stellen. Pieter, het is nu interlandbreak. Je zei momenteel geen international, dat kan nog veranderen. Is het nu voor u een momentje van wat losser te zijn met uw, hoe moet ik het zeggen, met uw fysiek? Luisteraars trouwens, Pieter, is het hier water te drinken? Gefilterd, plat water. Ik heb een biertje, maar Pieter drinkt plat water. Als enige is er wel bier aan het drinken. Hè? Ja, dat is waar. Jullie zijn frisdrank aan het drinken. Ja, zero. ik vraag het naar Den Bob, mede-podcaster en ook triatleet geweest, 19 Ironmans. En dat is een typische gast die afgeeft op profvoetballers als verwende nesten en die maar eigenlijk halve topsporters zijn en het zich kunnen permitteren van te zuipen en weet ik veel. Zeg eens, Pieter, het is nu interlandbreek, 10 dagen rust of zo. Dat gaat sowieso iets relaxer zijn dan... Als het geen interlandbreak is, omdat je ook gewoon meer tijd hebt. Normaal gezien is het overmorgen matches, dan zit je in een heel andere werkmethode en een werkinstelling, zal ik maar zeggen. Terwijl dat nu weet je dat het
overmorgen vakantie is, zal ik maar zeggen, ja, voor 3 dagen. Dus in dat opzicht is dat inderdaad wel een andere manier van leven ook. Maar ja, dat ook, ook vooral fel af van persoon tot persoon. Ik denk dat ik iemand ben die het moeilijk heeft om zo'n dingen los te laten. Hmm. Altijd in uw achterhoofd, of in mijn achterhoofd, ben ik altijd bezig met van ja, het is overmorgen toch weer training, of het is binnen een week toch weer wedstrijd. Dus ik heb het moeilijk om dat los te laten, wat niet goed is, denk ik. En zeker omdat, zoals uw collega terecht aanhaalt, is voetbal een beetje een atypische sport daar in dat opzicht. Omdat ja, voetbal is een contactsport, dus het is niet dat wij met 3% vet aan een wedstrijd moeten beginnen, want elke extra kilo die je meeneemt, of extra gram die je meeneemt, is niet noodzakelijk slecht, omdat je extra gewicht in de schaal kunt gooien. Dus in dat opzicht kan dat ook positief zijn. Er is nog hoop, Jeroen. Zou een hele goede middenvelder zijn. Of verdediging misschien. Dus nee, in dat opzicht is dat zeker wel waar dat wij niet het strikste leven hebben van... Maar een wielrenner die gaat tegen 80 per uur tegen de grond, die verliest op 50 meter de helft van zijn vel, die stapt op en die rijdt verder. Een voetballer krijgt een tik en ligt... Omdat wij er voordeel uit kunnen maken. Ja, maar hoeveel keer doet dat echt pijn? Het gaat niet zozeer om het pijn doen, want ik denk dat... Ze doen altijd wel alsof dat pijn doet. Hè? Als je valt, dan is het altijd ook... Ah. Ja, omdat, ja, zoals ik al zei, haalt er voordeel uit. Als je heel hard schreeuwt, en de scheids heeft het misschien niet helemaal gezien, maar hoort die wel ineens, die gaat er denken van, oh, hier is iets fel gebeurd, ik ga een geel kaart geven. En zijn er trainers die dat ook zeggen van, roept eens wat harder? Niet zo direct, maar dat wordt Is er aan Avila vorig jaar gezegd van, een beetje minder... Met momenten gaat dat zeker en vast gezegd geweest zijn, maar dat is omdat het ons anders het nadeel bracht. Ik denk dat een beetje het grote probleem is, zal ik maar zeggen, in het voetbal, is dat je er voordeel uit kunt halen door extra hard te roepen, een keer door te rollen. En dat is het verschil met wielrennen, waar dat je eigen alleen maar in de shit zet als je blijft. Denk langs de andere kant, allee. Ik ga niet in uw plaats spreken, Pieter, want ik ben geen profvoetballer, maar ik denk, als je een nummer 9 bent, een Vincent Janssen of een Bocani, hoeveel stampen dat die doorheen heel de match krijgen, zonder dat een arbiter het ziet, of zonder dat je nog maar de kans hebt om te gaan liggen of zo. Als je dat omloopt, zit daar Wout van Aert of Remco Evenepoel, en die staan ook niet meer recht. Maar die hebben op dat vlak, denk ik... Ik ben het volledig eens. Hè. Ik ben gewoon onthalen bij die volse wielrenners mij altijd zeggen. Nee, ik denk dat zo'n gasten een veel... veel meer composure hebben. Tuurlijk, dat is contactsport. Dat krediet voor krijgen. Want die incasseren 90 minuten lang. Ja. En dat moet allemaal normaal zijn. Terwijl een Evenepoel, die valt de ene keer van zijn vloer en die begint te blijven. Ja. Kijk, ze kunnen wij ook beginnen, hè. Ja. En die breekt in een nek. Ja. Ja. Nee, zwart. Daar wens niemand iets toe. Trouwens, van onze luisteraars op Twitter en op Instagram, heel veel mensen die u het allerbeste toewensen. En dank u wel. Mensen die het jammer vinden dat je vertrekt, maar uiteraard begrip hebben als je het ergens anders meer kunt gaan spelen. Wat wou ik u vragen? Ah ja, hoe hard heb je gevloekt toen Leko vroegtijdig vertrok? Vraagt Simon Rinkhout. Want er rijden wel een klik mee, denk ik, als... Zeker en vast. Ik denk dat persoonlijk, denk dat wij dat voor mij sowieso redelijk goed ging, die periode. Maar ook als ploeg denk ik dat wij, ja, zoals ik daar straks al zei, denk dat wij een van de betere voetbal van België speelden. Dus ja, en dat opzicht is dat wel... Ja, spijtig nieuws, maar ik denk dat dat voor mij zeker spijtig nieuws was. Maar voor heel de groep was dat op dat moment spijtig nieuws. Want ja, iedereen werkte graag. De manier van werken zat goed. De sfeer zat goed. We hadden kunnen halen dat ze met gebleven denk ik. Dat weten we nooit, maar ik ben er oprecht van overtuigd dat we... Want we zijn nu derde geworden dat jaar, denk ik. Ik denk dat er zeker en vast hoger had ingezeten. Ik zie niet waarom dat we niet hadden mee kunnen doen voor de top. Nee. Maar ja, dat is tegen een paas. Dat is als. Maar... Hoort je die nog? Het is nooit dat ik echt contact heb met trainers, maar er wordt wel af en toe een berichtje gestuurd, maar dat is dan één keer in de 35 maanden. Heb jij proficiat gewenst na een dubbel? Of dat hij mij proficiat gewenst? Nee. Ik denk ook niet dat hij daar op zich mee bezig is. Want het is niet dat hij iets persoonlijk heeft met mij of zo, dus ik denk dat hij... Maar als voetballer was toch de liefde zeer duidelijk, denk ik. Als Leko als trainer
leek mij verliefd op de voetballer Gerkes. Hoe dat hij je inzette en het beste uit u haalde. Maar dat gewoon een manier van werken is wat dat heel goed aansluit bij hoe dat ik het liefst behandeld wil worden. Mm-hmm. En hoe dat ik het liefst, dat het beste niveau uit mij naar boven komt. En ik denk ook gewoon dat wij in die ploeg heel compatibel waren. Ik denk dat ik een beetje met Lior dezelfde positie deed, maar wij deden allebei totaal tegenovergestelde, waar dat ik degene was die meer diepgang werkte, mm-hmm. lopen, en waar dat Lior meer de finesse en de verfijning in het team bracht. Dus ik denk dat die samenwerking en die invulling op die plaats, dat die gewoon op dat moment heel goed zat in het systeem dat hij wou, of dat hij altijd wou. Dus in dat opzicht denk ik dat die klik gewoon bij die ploeg heel erg goed was. En dan is het, zoals ik al zei, denk dat heel de ploeg op dat moment wel echt jammer vond dat die wegging. Maar oké, Je hebt met Haroun en Hongla natuurlijk 2 kilometer vetens achter u, waarbij de alles weer dichtgemetseld als moeten. Inderdaad, ik denk dat... Ja, ik zeg het, ik vond op dat moment heel die ploeg was zo goed uitgebalanceerd. Zoals ik al zei, dan mezelf en Lior waren hetzelfde positie, maar 2 totaal tegenovergestelde dingen die uiteindelijk heel het... Ik ga niet zeggen heel het spectrum, maar toch veel mm-hmm. van het spectrum, wat op die positie nodig was, posities nodig was, werd ingevuld. En hetzelfde bij Hongla en Haroun. Ik denk dat Hongla meer de opbouw verzorgde en iemand is wat je altijd kon aanspelen en van daaruit altijd die opbouw verzorgde. Waar dat Haroun iemand was die zeker in defensief vlak en het loopvermogen die positie dan weer dekte. Dus ik denk in dat opzicht dat daarom ook was dat die ploeg op dat jaar, of ja, dat half jaar, zo goed draaide. Omdat gewoon, die zat zo goed in elkaar, die ploeg, in de manier dat wij speelden. Dat gewoon tot grootste dingen leidt. Hoe zou jij zelf uw positie noemen die jij bekleedde in het gros van de match onder Leko? Want wij zijn dat de Gerkespositie beginnen noemen. Ekkelenkamp heeft dit weekend een goal binnengegerkenst. Dat heeft allemaal een naam gekregen. Ik zeg altijd binnengepieterd. Nee, maar we hebben altijd moeite gevonden met er... Je kunt niet zeggen, Pieter Gerkes staat op de 10 of Pieter Gerkes staat op de flank of is zelfs in de pocket. Allee, dat is maar technisch term. Hoe zou jij dat zelf noemen? Als je mama vraagt op welke positie staat jij dat feitelijk? Met toen jij mijn werk. Ja. Ik vraag mijn mama en mijn mama die is meerdere keren in slaap gevallen in de tribune. nee, maar ik denk dat, zoals ik al zei, ik denk dat het een relatief aanvallende positie was in vergelijking met wat ik vorig jaar speelde dan. Wij speelden dan met 2 verdedigende middenvelders en dan 2 aanvallende middenvelders. En voor mij was dat vooral heel belangrijk om een beetje die kilometervreter te zijn op die positie, zowel voor diepgang te zorgen, want we speelden dan met Mbokani en Rafailov. Alle 2, dus dat zijn niet diegenen die het meest lopen en het meest diep gaan. Dus in dat opzicht was het dan mijn rol vooral om heel veel diepgang te zorgen en om heel veel proberen de ruimtes open te trekken, waardoor dat Lior tussen de lijnen meer ruimte kreeg en van daaruit meer kon. Maar heeft dat een naam? Of gaan we dat gewoon de Gerkes noemen? Heeft dat een naam? Ja, ik denk niet dat ik de enige ben die dat doet, maar dat is gewoon... Ik weet niet of dat een naam is. Ja, goeie vraag. Want je weet wat ik bedoel. Je kent een 10, een 8, een 6, een flank, een 9. Dan weten we wat je bedoelt, min of meer. Ja. Maar wat jij speelde was geen van die dingen. Nee, een beetje tussenin, ja. Misschien een trekartista of weet ik wat. Filip Joos zal nog 20 namen hebben. Ja, die zal waarschijnlijk nog wel ergens een benaming hebben. Die positie die heb ik nog nooit benoemd geweten. Ja. We gaan er eens diep over nadenken. Ik heb toen ergens gelezen in een artikel dat ik een beetje de waterdrager van de ploeg was. Ja, maar dat is dan ook... Nee, dat vind ik meer zo... Dat vind ik potgrond beter. Van ja, de gouden knecht, zal ik maar zeggen. Wordt die vergelijking een beetje gemaakt in vergelijking met wielrennen dan... Ja, maar je schitterde ook wel vaak zelf, hè, die periode. Zeker. Ja, omdat ik, zoals ik al zei, ik kwam heel vaak in de 16 toen. En omdat wij zo goed voetbal speelden, kwamen wij zo vaak in de 16 en waren er zoveel kansen... Dat er uiteindelijk wel eens een goed moest vallen op den duur. Dus in dat opzicht is dat gewoon hangt dat een beetje samen met het geheel wat zo goed draaide. Zijn jij jullie leven een middenvelder geweest? Of ben jij ik ben in de onderbouw, dus als je nog op klein veld speelt, was ik spits. Maar die is redelijk snel weggestoken geweest. Zijn er nog profvoetballers gekomen uit uw generatie van Genk? Divock Origi. Oké. Okay.
is dezelfde generatie. En dan is toch geboren in Oostende? Moet je net aan dat zijn opleiding? Die is, ja, is een... Dat is puur Mike, geboren in Oostende. Mike is in Genk gespeeld ook. Dat is waar. Oké. Okay. Dus die wonen in, of die woonden vroeger in Houthalen. Oké. Okay. Mijn Frank valt dat ik Origi nog nooit heb horen praten, denk ik. Heeft die van Origi nog nooit? Nee, ik heb mij er niets bij voorgesteld. Dat is Limburg. Ik heb mij er niets bij voorgesteld. Allee. Dat is niet zo plat als, nee. als mezelf of sommige anderen, maar... Altijd gedacht dat hij met een Frans accent bafelde, voor de een of andere reden. Nee, nee, nee. Die vakken. En dan Mo met Mert, maar die weet ik niet of dat je die gaat kennen. Ja, de naam zegt me wel iets. Die heeft in Turkije, die speelt in Turkije, die valt in Turkije. Als je zo in de jeugd zit, en je bent een van die elf die het wilt maken, wanneer je er door bent, ik kan het maken in Hollandie? Dat heb je niet door totdat je 15 matchen in de eerste ploeg gespeeld hebt, want uiteindelijk kan dat... Ik dan pas. Kan dat zo snel verkeerd. Ja, er zijn jongens genoeg die effectief matchen in de eerste ploeg gespeeld hebben. Zeker van Genk dan, omdat dat nog wel een redelijke ploeg is waar redelijk wat kansen geeft aan de jeugd. Maar die, ja, die dan uiteindelijk wegzakken en wegzakken en wegzakken. En dan uiteindelijk nog altijd wel een boterham kunnen verdienen. Maar dan gewoon werken, 's avonds voetballen. Ja. Is de, en klopt het dat papa Courtois u heeft ontdekt, naar Genk gehaald? Ja, dat is... iets mooier verhaal dan dat het uiteindelijk, uiteindelijk is. In Limburg gaan de legendes. Nee. Nee, vroeger waren er in Genk testdagen. En ik voetbalde bij Bilzen. En mijn ouders hadden niet echt goesting om elke dag op en af naar Genk te rijden. Dus die hadden gezegd van, daar gaan we zeker en vast niet naartoe. En dan is het inderdaad Thibaut zijn broer, Keitel, die voetbalde die zeevoud als ik, die voetbalde bij mij. En dan heeft Thibaut zijn papa ons allemaal meegenomen naar die testdag en dan zo ben ik daar terecht gekomen. Al niet ontdekt in er gewoon vervoerd daar. Die was eigenlijk gewoon chauffeur. Okay. Wikipedia liegt. Ja. Het moet altijd mooier zijn dan het is. Hè. Ja. Ik heb nog wat vragen. Hè. Ik heb er ook nog een paar, maar dat moet doen. Nee. Ik wil een keer wat tempo insteken. Wie was de beste speler op training bij Antwerp in uw periode, in die 3 jaar? Op training. Dat is een goede vraag. Hij schuift ongemakkelijk op zijn stoel. Ik ben aan het nadenken wie dat... Dat je echt je mond van open wil van fuck. Je kan iets dat ik niet kan. Niemand. Oké. Okay, nee, Ik zou direct zeggen een Bokani, maar dat is omdat ik toch zelf... Een Bokani of training? Ja, nee, dat is wel training inderdaad. Heb je ooit getraind met een Bokani? Ja, dat is een betere vraag, denk ik. Nee, dat is waar, zo had ik het niet gekeken. Nee, ja, er zijn er wel... Ik denk dat over het algemeen het niveau op training redelijk oké was. Ik denk dat er niemand echt... nu bij mij direct uit het oog springt. Een onderschatte speler? Dat je denkt van, oké... Allee, Vines. Ja, ik ben het ermee eens. Met de Geron is onze grote Sam Vines-verdediger. Maar Sam is een heel goede voetballer. En het is nog niet altijd even veel uitgekomen. Maar dat is wel iemand waarvan je zag dat op training dat die dingen kwaliteiten had. Maar dat die... Ja, op een of andere manier kwam hij er op de wedstrijd nooit uit. En dat is bizar, maar dat kan ook te maken hebben met aanpassing. Ik bedoel, die jongen komt van Amerika, die heeft een heel andere cultuur hier. En ik denk ook in het eerste jaar dat het niet het gemakkelijkste jaar was voor hem. Maar dat is wel iemand... Dat was Priske zeker, dat jaar. Zijn eerste jaar was Priske, ja, inderdaad. Dus dat was ook een beetje... Maar klopt dat er daar dan werd gezegd tegen verdedigers, je mag niet over de middenlijn komen... Het is wat er nu zo rond ontgaan is, dat toen gezegd werd van verdedigers moeten bij Priske moesten die van achter blijven en die mochten zelfs niet voorbij de middenlijn. Ik denk niet dat het zo extreem was, maar ik denk wel dat dat zeker op sommige momenten de nummer 1 was. Als we proberen de 0 te houden en van daaruit zien we wel. Dus in dat opzicht speelt dat wel ergens mee als dat een beetje een mindset is die heel de week op je ingepraat wordt van ja, we moeten eerst solid verdedigend staan en van daaruit zien we wel. Maar daar hadden we ook wel het gevoel enorm bij Priske, pardon, dat die verdediging oké was. En vanuit die op de middenlijn kwamen, dat die niet meer wisten wat ze aan het doen waren. Dus we zien wel. Dat was wel iets wat enorm aanwezig was, die we zien wel. En dat is, ik denk dat de jaren daarvoor, hoe dat ik het begrepen heb, zeker onder Beleuni, ook wel redelijk aanwezig was.
Maar dan had je ja, een heel andere groep. Ik denk dat je de vergelijking met de groep van mijn eerste jaar naar mijn tweede jaar is compleet tegenovergesteld. Is dat dan ook omdat je je eerste jaar is nog onder de Nofrio gehaald, de groep samengesteld? Tweede jaar is een leemte die er was tussen de Nofrio en Overmars. Ja. Merkte dat dan echt dat er geen technisch directeur... Sven Jacques doet dat zo goed als hij kan. En, hij heeft zijn best gedaan. Hè. Maar als een, ja. Uiteraard. Maar merkte dat hij echt... Op het veld ook? Je merkt vooral dat er een... Ja, als je, ik zeg nogmaals, als je kijkt naar de groep van onder de periode van de Nofrio, wat voor spelers dat dan meestal waren en wat voor voetbal dat er gespeeld werd toen. En je kijkt dan naar de periode waar dat je ja, na de Nofrio dan naartoe bent aan het willen gaan en bent gegaan uiteindelijk. Dat is een heel andere manier van voetballen en van kernsamenstelling ook, want je gaat van een groep, cru gezegd, assholes en individuen. Rotzakjes. Rotzakjes vooral, ja. Naar meer technisch verfijnde groep voetballers met een iets andere ingesteldheid, een iets andere mentaliteit. En ik denk in die periode onder Priske was dat een beetje een overgangsjaar, waar je een beetje de helft van de ene groep nog had en de andere helft van de andere groep. Waardoor dat ja... Verpersonificeerd in Raja Nainggolan eigenlijk. Een klootzakje dat goed kon shot. Ja, maar ik denk dat Raja binnen de groep geen klootzak was. Ah, nee. Ik denk dat iedereen, hoe dat ik het ervaar, toch iedereen Raja heel graag zag komen. Nee. Terwijl dat... In die periode daarvoor was dat misschien iets anders over sommige spelers. Waar dat je een heel andere dynamiek binnen die groep had dan de jaren daarna. Want Raja was iemand die binnen die groep altijd heel goed gelegen heeft. Mm-hmm. En ook iemand die met iedereen kon lachen en vooral lachen. Ik bedoel, de klootzak ook niet negatief. Ik bedoel, het veld, ik wil zeggen, een naaljager. Maar ik denk dat ik had het meer dan over... Ik ga niet zeggen klootzakken, maar over meer willetjes. Iets andere types personen. Mm-hmm. Waar dat het ook andere type voetballer waren en dat een heel groot verschil was met mijn eerste jaar en mijn laatste jaar, als ik die groep vergelijk met toen. Hoe belangrijk is die rol van Faris Haroun geweest om dat doorheen die seizoenen als lijm toch een beetje allemaal samen te houden en recht te trekken waar kon? Ik heb alleen maar het eerste jaar meegemaakt natuurlijk, maar ik denk dat Faris, mijn eerste jaar, dan het laatste jaar van de Nofro, maar dan, hoe ik dat toen ervaren was Faris was alles. Hè. Zonder Faris viel die groep compleet uit elkaar, want gaat er dan redelijk wat die eigenlijk liever niet met elkaar in de kleedkamer zaten, maar die toch moesten. Mm-hmm. En dan, Faris was een beetje degene die met iedereen overweg kon, die met iedereen kon zalven, die bij iedereen kon zijn verhaal kon doen. Dus in dat opzicht was Faris van goud waarde. En wie heeft er gevochten? Er is meerdere keren gevochten geweest. Is dat echt waar? Ik was er niet bij toen dat er echt gevochten geslagen geweest is, maar er zijn wel meerdere keren geweest waar ik bij was dat er net niet gevochten was. Okay. Dus. Maar gebeurt dat niet in de ik denk bij Bayern vorig seizoen ook, met Mané en Sané, denk ik. Ja, klopt. Er is effectief gevochten. Dus ik denk dat dat wel gebeurt bij de grootste clubs. Alleen... Ik denk dat er geen een van die twee... Of toch zeker één van die twee niet echt goed uit dat verhaal gekomen is. Ja. Dus ik weet niet hoe vaak hoor je dat er echt gevochten wordt bij grote clubs, dat verhaal. En dan heb je inderdaad misschien nog wel hier of wat enkele uitspatters waar dat ook het gebeurd is. Maar ik denk dat, als ik naar mijn eigen carrière kijk, denk ik dat er in twee elftallen, groepen, dus niet ploegen, maar groepen, dat ik effectief geweten heb dat er gevochten is en... Dat is toch een carrière van 10 jaar, dus 2 op de 10. Dus ja. Dat is toch niet zo heel veel. En discussies gebeuren overal. Hè, en dat soms op training heet kan oplopen, dat sowieso, want er is geduwd worden of zo. Maar dat bedoel ik niet met vechten, maar echt in de kleedkamer vechten, omdat er vuistslagen geven, omdat er woorden zijn gevallen. Ja, dat is extreem. Dat is inderdaad redelijk extreem. Ja, en dat is niet goed voor de groep ook niet, denk ik. Dat kan ook weer twee kanten op. Dat kan dat hij heel hard bindt. Ja. Als je daar tot een of andere consensus uitkomt achteraf. Maar ik denk niet dat binnen Antwerpen het geval niet dat er gevochten is, maar het geval Frey
Heeft dat de groep ook dichter bij elkaar gebracht? Afgelopen jaar. Afgelopen jaar, ja. Dat heeft... Ja, misschien wel. Misschien dat dat een reden is. Maar ik denk niet dat dat... Ik denk dat daarvoor die groep eigenlijk ook al relatief goed bij elkaar ging. Ja, het is vrij Raja ook, hè. Raja is ook... Raja is een beetje, ja, maar Raja is... Ja, dat was, dat is een ander verhaal. Dat is een, maar Raja kon een zware rol bij de ene peerstunt naar de andere uithaalt en sportief niet brengt. En de coach die eigenlijk een andere richting. En er kwamen alternatieven met Vermeeren. En... Ah, ja, voilà. Dat was gewoon zo'n beetje... Alle kaarten lagen juist en hij begaat een fout, zodat we zijn contract gewoon kunnen scheppen. Voilà, klaar. Terwijl dat is nog een ander verhaal dan Frey, denk ik. Ja. Also van die dingen, dat... het verhaal van Raja nu is een beetje, inderdaad een beetje anders, denk ik. En dat dat niet echt die groep dichter bij elkaar gebracht heeft of zo. Omdat ik, zoals ik daar straks al zei, Raja is iemand die heel goed binnen die groep lag en die iedereen graag zag. Maar ja, Michael heeft zijn eigen een beetje buitenspel gezet. En dat is, ja, dat kan inderdaad wel de groep versterken. En dat gaat misschien ook wel zijn percentage hebben bijgedragen, zeker en vast. Jij als profvoetballer, acht jij de kans reëel, alleen je hebt er dus ook mee samengewerkt, dat Frey nog gerehabiliteerd wordt dit seizoen? Want hij is nog altijd niet weg. We nemen op deadline day. Het is momenteel 2 uur voor een deadline, maar hij is nog niet weg. Het is wel een hele goede aanvaller, die al topschutter is geweest. Is er een mogelijkheid, met uw kennis, dat jij nog terug wordt aanvaard in die groep? Of? Ik denk dat dat een moeilijk verhaal gaat worden, maar ja, ik heb mijn lamp al zien. Die is 6 keer terug in een groep gezet en die is 6 keer terug... Als ik de hoogste persoon beslecht van die komt terug in die groep, dan heb je niks te kiezen en dan komt hij terug in die groep. En is dat voor het team het beste? Dat weet ik niet, waarschijnlijk niet. Maar ja, nogmaals, als ze morgen beslissen van oké, die verdient hier zoveel en die moet iets gaan opbrengen en die moet spelen of die moet in die groep zitten en dan zien we wel van daaruit, kan in de voetbal veel. Want hij heeft echt een legendarisch lompe keuze gemaakt, hè? Zal ik het daar zeggen? Die is een periode, die wist natuurlijk dat Vincent kwam. Die is het jaar daarvoor had hij 25 goals gemaakt, topschutter van de competitie 20, geworden. Dus ja, ergens kan ik wel zijn denkpiste begrijpen. Want ja, je hebt vorig jaar een topseizoen gedraaid. En dan weet je, voelt je aan alles dat je eigenlijk dit seizoen... Ten twee bent en waarschijnlijk niet zo heel veel gaat spelen. Dus ja, is dat dan gemakkelijk om te zeggen van... Ja, oké, is goed, ik zal hier blijven zitten en de twee zijn? Nee, en is dat voor hem persoonlijk de beste... Het beste, ik denk het ook niet. Maar de manier waarop gewoon, denk ik dat... langs zijn kant iets beter had afgehandeld kunnen worden. En... Als hij gewoon had gebleven, en wederom, ik spreek als buitenstander, maar als hij gewoon had gebleven, dan had hij sowieso nog 10 basisplaatsen gehad. Hè, want Jansen is regelmatig geblesseerd geweest, geschorst. Bijna elke match 30 minuten ingevallen, of toch zeker 20. En met zijn ratio aan goals had hij dus ook nog 10 goals gemaakt dat seizoen. En had hij dus een dubbel op zijn kas gehad, net zoals jij. Had hij van de zomer een mooie transfer gedaan? Voilà, dan had hij nu voor 15 miljoen kunnen naar een subtopper in Duitsland en niet naar Schalke, die toen al troostloos laatste stonden. Ja, oké, maar voor hetzelfde geld, die gaat naar een grotere competitie. Zeker, een grotere club ook naar Schalke. Maar die stonden... dat weet ik niet, maar... Ah ja, zeker met die... Ik heb perceer dat je de Antwerpen hebt gelijk op het stappen. Nee, zeker met die historie, maar ik wil zeggen op dat moment, zoals gezegd, nee, die stonden redelijk laag. Maar ja, voor hetzelfde geld maakt hij daar ook 30 potten en dan is hij zijn carrière daar vertrokken. Hè? Ja, ik had hem wel kunnen voorspellen dat hij daar geen 30 potten ging maken. Hè? Die hadden toen 4 punten of zo en het jaar daarvoor ook zomaar net... Ja, nee, tuurlijk. Het is natuurlijk een gok geweest van hem, maar ja, aan de andere kant... Misschien moet hij er bij Schalke nog geen 30 maken, maar waren er 10 genoeg geweest om een mooiere ploeg binnen de dat is waar. Competitie te vinden. Dus het is sowieso... Achterkant bekeken is het makkelijk praten. Ja, het is sowieso een gok geweest van hem, maar ja, het is vooral gewoon... Had hij kunnen leven en had... hoe dat ik mij een beetje ken, had hij kunnen leven en had hij rustig kunnen blijven als hij heel het seizoen lang tweede keus geweest was. Ook niet, hè. Maar december, januari had hij gewoon al 2 maanden gestart, hè, want Jans heeft in die periode ook veel gemist. Ja, maar ja, dat weet je niet op dat moment. Nee, tuurlijk. Voor hetzelfde geld heeft hij niks aan de hand en speelt hij geen 5 matchen. Hè? Want dat kan ook allemaal. Dus, dat is waar. Dus die is dan op dat moment tweede keus. Je hebt vorig jaar daarvoor waren de topschutter. Een superjaar gehad eigenlijk.
ergens denk ik dat hij vooral gehoopt had dat er een betere optie gekomen was en dat, er, dat de overgang makkelijker geweest zou zijn. Mm. En dan ja, is dat een beetje beginnen knagen aan hem. En... Zit jij nog onder de indruk als je zo ineens hoort dat de Raja komt die shotten of Van Bommel, we krijgen Van Bommel als trainer. Zit jij dan thuis ook, of voordat je het nieuws ook hoort, van wow? Nee, niet echt meer. Nee. Omdat je, ja, ik heb op mijn, in mijn carrière, ondanks dat ik maar in België gespeeld heb, toch al met wat grote namen gespeeld. Dus in dat opzicht is het altijd een beetje wait and see, want je weet nooit wat dat er... wat dat voor mensen dat zijn, of wat voor personen, of hoeveel goestingen, of weet ik veel wat, je weet dat nooit. Ik heb in Anderlecht ook met Nasri gespeeld en zo, dus dat zijn ook allemaal grote namen. En, het is niet die om te zeggen dat ik dan zoiets dacht. En ben je een tegenstander dat je zo tegen Tottenham speelt? Tegen Tottenham is makkelijk, Tegen Tottenham is makkelijk, want je weet, je zit underdog. Je moet gewoon 100% je best doen en meer kun je toch niet doen. Het is niet dat je het schone weer moet gaan maken. Dus tegen match tegen Tottenham is makkelijk om te spelen. Hè. Dat is genieten, 90 minuten aan een stuk. Dus in dat opzicht is dat fijn dat daarvoor doet je het. Dat is een match die je wilt spelen. Dus dat is ja, vooral genieten op dat moment. Heb je de kans gegrepen om Mourinho iets toe te roepen? Of, Nee, zeker niet. Minzame Limburg. Ja, ik was onlangs die beeld nog eens aan het bekijken. En wie zag je er op de bank zitten bij Tottenham? Toby Alderweireld. Ja. Ik herinner me dan ook dat hij toen teleurgesteld was dat hij niet mocht spelen. Toen, ja, hij heeft dat goed gemaakt, hè? Ja. Er is nog genoeg matchen gespeeld, man. Pieter, ik kan een paar luisteraars heel blij maken met deze vraag te stellen. Je moet maar zien hoe dat je ze beantwoordt. Maar heb je effectief getraind met Avadongo? Ik heb zeker vast getraind met Avadongo. Is dat effectief naar voetbal? Die bestaat, jawel. Ja, we hebben er foto's van, met een beker zelfs. Dus we weten dat. Voilà, kijk, ja. Maar het is een mysterie. Er zijn ook foto's van hem in de outfit van de nationale ploeg, wat op wat lijkt een training te zijn van de nationale ploeg van Congo. En dan denk je van... Kun jij ons iets verhullen van het mysterie? Het is een heel raar verhaal. Dat moet toch een goede vriend zijn van Dieu Merci in Bokani? Ik weet niet hoe dat tot stand gekomen is. Ik heb gehoord dat de beste verdediger van Congo was op dat moment. Ik heb het niet gezien, laat ik het zo zeggen. Maar topkerel, dat wel. Fijne gast. Nee, heeft dus effectief 3 jaar daar gezeten bij u? Of in de naker? Een half jaar bij de A-kern gezeten en voor de rest heeft hij bij de B-kern gezeten, denk ik. Maar ja, als je tegenkwam, altijd goed lacht. Altijd, maar je weet wel als serieuze profvoetballer, van, die is hier niet om zijn intrinsieke kwaliteiten als voetballer. Dat zou me verbazen. Oké, dat is alles wat ik moest weten. Maar die heeft zo'n cultstatus gekregen, omdat hij staat altijd tussen de lijst op de transfermarkt van de kern. En ja, dat komt dan te sprake van wanneer we hem zien spelen. Ja. Kijk, mysterie al een beetje ontrafeld. Pooney, kun je nog eens één keer zelf vertellen van waar die naam komt, Pooney? Het was ook een luisteraarvraag. Ja. Dus een poen is een kus in... Ja. Ons kant, hè. Mm-hmm. En vroeger als ik... Ik ben de jongste van 3. Ik heb 2 zussen. Dus ja, ik was eigenlijk de speelbal. En dan geef mij zijn poen. Poenie. Geef mij zijn poen. En zo is dat een beetje blijven plakken. Dan, dus in uw gezin noemen ze u Poenie? In mijn gezin noemen ze Poenie. En dan ja, is dat overgegaan naar alle vriendinnen en vriendinnen van mijn zussen. En van mij ondertussen ook. En ja, nu de meeste mensen die mij iets of wat van zoenen kennen, die noemen mij Poenie. Oké. Dus ja. Is die vrouw ook Pony? Nee, die zegt Kiefje. Hij heet een tijger. Kiefje? Liefje. Ah, Liefje. Ik dacht direct, Kiefje. Is dat ook een voetballer geweest? Die zegt dubbelwinnaar. Ja. Meneer de dubbelwinnaar. Hey, dubbeldekker. Als je mij zo aan spreekt, dan weet je wat gaat gebeuren. Nog een ander tipje van de sluier dat alleen jij kunt onthullen. In het Antwerp antwoord hebben Richie en Vincent Janssen gezegd: dan moet gewoon Pieter Gerkes vragen. Ja. En dan gaat het over het dansje dat zij doen als een van de 2 scoort. Ja, dat is eigenlijk niet zo'n heel goed verhaal. Zoals velen. Maar ik weet niet, op een bepaalde dag was het Moussaka. Boven in de, als lunch was Moussaka. En ja, ik weet niet waarom, op een of andere manier zei ik dan, kwam in mij dat dansje omhoog en zei ik Moussaka.
En zo is dat eigenlijk een beetje blijven, blijven gaan, maar dat is eigenlijk... Topverhaal. Ja, top dus verhaal. Zoals ik al zei. Dus als je dat dansje doet, zeggen die tegen elkaar, Moussaka. Moussaka. Zo is het begonnen, of okay. Het nu nog zo gebeurt. Is dat dan is dat Richie of Jansen die dat ziet en... Die had het toevallig gezien en die had... Dat is dan zo terugkomen en dan, als Vincent dan begon te scoren, dan begon hij dat te doen en zo is dat ja, zijn eigen leven beginnen leiden. Maar zoals ik dus al zei, is het verhaal niet zo top. Ik vind het onverwacht vooral, het verhaal. Ja, dat echt, daar kan ik wel iets bij voorstellen. Ja, Moussaka had ik nog niet in de puzzel gestoken. Ik dacht, Sirtaki, dat we kunnen, man. Ja, ik weet eigenlijk niet dat ik erbij gekomen ben. Spaghetti. Ik kan bij vele dingen. Op Instagram zijn er veel fans die vragen of dat je het al mist op de Antwerp. Dat zijn natuurlijk Antwerp-fans die dat vragen. Nee, zeker en vast. Wat ik daar straks ook al zei, denk ik, dat de fans, dat toch iets speciaals is, zeker bij de België, dat toch... ook toen dat ik dan, toen dat dan nieuws bekend geraakte dat ik vertrok, waren er ook heel veel fans die me, gelijk had je daar straks ook al zei, die mij heel veel succes toewensten en die heel veel positieve dingen zeiden. En dat is toch iets wat niet zo heel vaak voorkomt binnen clubs. Dus in dat opzicht heb ik alleen maar warme gevoelens naar de club toe en naar de supporters ook zeker en vast. Dus dat is zeker wel iets wat je mist, ja. Ja, je zit nu ook in het minder goede Gelamco-stadion. Oké, dat van ons is nog niet uit. Dat is wel af. Dat is een volledig. Dat is wel volledig, ja. Nee, die hebben daar een kruip naast hun veld. Ja, dat wel. Maar dat merk je niet zo als je op het veld staat. Nee, dat is wel. Pom. Ja, allemaal dingen. Zou jij beter met blauw of met rood? Ja, ik ben geboren blauw, hè. Bij wijze van spreken met, ja, okay. Met Genga. Ik heb van mijn 6e tot mijn 21e blauw gedragen, dus dat is iets wat al het langste meegaat, laat me het zo zeggen. Maar Sparta eigenlijk het beste. Dus, Uw mooiste individuele Antwerp-moment wordt gevraagd door rfc.be op Instagram. De ploeg die hetzelfde, de ploeg vraagt hetzelfde. Ja, iemand die zich rfc.be noemt. Ja, eigenlijk heb ik heel veel mooie momenten gemaakt, maar ik denk dat dan wat voor mij het meest bijblijft is mijn goal tegen Beerschot. Oké. Okay. Omdat ja, dat is iets wat er heel hard de nadruk op wordt gelegd binnen Antwerpen. En ja, ik was redelijk goed met Richie, dus die kwam daar ook wel eens vooruit dat niet beste vrienden waren. Dus dat zorgde toch altijd voor een extra element. En dan als je dan in die wedstrijd scoort, dat is dan toch een hele ontlading. En ik herinner me nog dat echt... Dat was die sneeuwmatch, toch? Ja, ja. Dus dat is iets wat mij bijbleef. Maar zoals ik al zei, ja, die wedstrijd tegen Tottenham... Een ongelooflijk mooi moment. Ik had gedacht misschien Nicosia thuis. Nicosia thuis was ook een heel mooi moment. Ik had wel die penalty gemist daarna, dus dat is dat alweer dat moment een beetje... Ik was het al vergeten. Ik weet wel dat je het gescoord hebt. Allee, ga je met Yoshi... Ja, inderdaad. Dus, ja. De lop van Yoshi. Ja, dat weet ik ook nog. Ja. Dus zoals ik al zei, heel veel mooie momenten. Maar ik denk dat als ik dan één moment moet kiezen, dat ik voor die goal tegen Beerschot ga. Fair enough. Als je zo'n Priske dan in zijn bloot gat zie gaan op de persconferentie achteraf, zeg je dan in en denkt van respect dat je woord hebt of van wat voor een napsjaar? Ja, ik had wel ergens respect dat hij zijn woorden want... Ja. Ja, maar had dan... iemand dat gevraagd, trouwens? Had iemand die weddenschap in hem afgezold? Van de spelers gewoon sinds niet. Dat was iets tussen de staf. Oké. Dus, dus had hij dat niet gedaan, had niemand van ooit daar ooit iets van geweten. Oké. Okay. Maar ja... Wel respect. Zou er niet veel nagedaan hebben. Nee. Sorry, ik ben hier die vraag nog aan het bekijken. Van waar de naam Poenie daar wel gaat. Iemand vraagt wat is je mooiste moment voor de Great Old na de goal tegen Beerschot. Ja, sorry, dat is dat dan. En dat je regelmatig luistert aan de vierkante paal. Dat heb je voor de opname al gezegd, denk ik. Ja, inderdaad. Zoals ik al zei... Ik heb nog niet heel veel volledige afleveringen geluisterd, maar mijn schoonvader die luisterde regelmatig wel toen dat ik hier nog actief was. Nu misschien nog, dat weet ik niet. Ik denk het wel. Ja, ik denk het ook wel. Want Gent heeft geen goede podcast. Ik weet niet of die een podcast hebben. Maar dus via hem heb ik dan wel redelijk wat fragmenten gehoord. Dus ja. Alright. Als je je eerste match op Den Bosuil komt spelen,
Verwacht jij een extra applausje en ga je het ook teruggeven? Ik heb geen verwachtingen van extra applaus of zo. Ik denk niet dat iemand me daar verontschuldigd is of dat er ergens nodig zou zijn. Ik zou dat appreciëren en ik zou het heel mooi gebaar vinden, maar het is niet dat ik daar verwacht of dat ik daar zijn. Maar dat je scoort tegen ons, de 4-1 dan. Hè? juicht het dan of niet? Dat vind ik altijd zo raar. Oké, 4-1 niet, maar... Je hebt jaren bij een pro gespeeld, je komt daar op bezoek, je scoort en je gaat niet juichen uit respect, maar je wordt wel betaald door die andere pro. Maar ik denk ook dat ik wel zou juichen, omdat het feit dat ik juich heeft niks te maken met oneerbied. Nee, ik vind dat ook. Want uiteindelijk werk ik nu... Je doet je job, hè. Ja. Maar je gaat niet Hans van Aken gewijs uitdagen voor je dat denk ik niet gaat doen. Wat? Allee, man. Heel graaf, Hans. Dat ga ik niet. Dat ga ik misschien wel niet doen. Hè. In Antwerpen had hij bekertjes gehad. Hè? Ja, in Gent was het. Niet alleen bekertjes gehad, denk ik. Dan hadden ze ze erover gehad. Dan hadden ze niet teruggezien, denk ik. Ja. Wat ik nog wou vragen. Als Van Bommel komt als coach. Er zijn heel wat veranderingen in die maanden. Overmars, Van Bommel, transfers. Maar denk je dan niet van, ja, dit kan wel een mooie kans zijn om mij als voetballer weer te gaan ontwikkelen. Want Van Bommel heeft wel het een en ander gedaan als speler, als coach nog aan de weg. En als middenvelder ook. En als, ja. Voilà, als middenvelder. Niet exact op je positie of zo, maar wel iemand in de staat van dienst. Zeker en vast is dat wel een gedachte dat voorbij komt. Maar op dat moment was het ook een beetje een raar iets voor mij. Want ja, ik had dan een gesprek gehad met Overmars en die had dan gezegd van ja... Voor ons, ik zie je niet als basisspeler, dus als je naar iets anders wilt uitkijken, geen enkel probleem. Dan gaan we ook als club meewerken. Dus ja, je zit dan op zoek naar iets anders, want ja, je wilt uiteindelijk liefst wel basisspeler zijn. Dus ja, ik ben dat seizoen dan, vorig seizoen begonnen met het idee van oké, ja, ik ga je waarschijnlijk niet meer heel maar dat is wel degelijk Overmars die dat zegt, niet Van Bommel dan? Ja, Van Bommel kende je op dat moment nog niet, hè, want die okay, is... Oké, dat is op dat moment. Ja, of dat is in mei gekomen. Ja, okay. Ja. Ja, dus dan op het einde van het tussenseizoen wordt dat een beetje gezegd, of begin van het volgende seizoen. En dat is ook de manier waarop dat ik in dat seizoen ben gegaan. Ik heb gewoon mijn uiterste best gedaan om klaar te zijn voor moest er iets nieuw komen, omdat dat die manier gecommuniceerd was. En dan ja, is dat goed beginnen gaan en is dat veel beter uitgedraaid dan dat aanvankelijk iedereen gedacht had, denk ik. En komt de trainer dan ook persoonlijk zeggen van Pieter. Ja, zeker. En vast, ik denk na de wedstrijd tegen Salzburg in de voorbereiding in Oostenrijk is die naar mij gekomen. Heeft hij gezegd van omdat ja, hij wist dan dat Overmars gezegd had dat ik dan niet zou, of ja, dat ik dan weg mocht. Dan is hij naar mij gekomen. Heeft hij gezegd van ja, op dit moment zit je basisspeler, dus op dit moment gaan we niet meer meewerken om je te laten gaan. Dan willen we dat. Ja, dan zijn ze zeker blij, maar ja, uiteindelijk is. De voetbalwereld kan vandaag goed zijn, maar morgen kun je weer... Als je één slechte match speelt, of ze vinden niemand op de transfermarkt, dan kun je weer nummer 4 zijn. Hè. Ja. Dus uiteindelijk blijft altijd wel een beetje... Die bal blijft altijd wel een beetje rollen voor backup plans. Maar ja, als de club niet meer meewerkt, dan is er niks op dat moment. Precies, wel een goed voorbeeld van in het klein, of in een paar maanden tijd, het verhaal van Pieter Gerkes. Van in de perceptie wat te min gevonden of niet flashy genoeg. En ja, we gaan iemand anders zoeken voor wat meer flash te hebben. En ja, Pieter heeft gespeeld. Hij doet het goed. En uiteindelijk, als je rationeel nadenkt, denk je, waarom zouden wij iemand anders zetten? En uiteindelijk is het maar een blessure die je terug uit de ploeg haalt. In die periode trouwens, zegt jij in de krant, voor mannen als ik hebben ze de C-kern uitgevonden. Allee, dan hebben we het al over september. Nog van de quote. Ja, dat was op die periode, omdat jongens waar ze niet meer op rekenen, ik denk dat... Bij Antwerpen voorbeelden genoeg zijn die in die kern zitten, hè, waar ze niet meer echt op rekenen. Dus die weg mogen, ja, die belanden meestal in de C-kern. Hè, of zelfs niet, B-kern, C-kern inderdaad. Dus ja, in dat opzicht was ik een van die jongens wat daar ook in terecht had gekomen. Als ik misschien op dat moment had gezegd van ja, oké, voort, nu laat ik het hier helemaal gaan en ik doe mijn best niet meer en ik zie wel waar ik terecht kom, dan had ik misschien ook op dat moment in de C-kern gezeten. Hoe is die communicatie met Van Bommel persoonlijk, want wij ervaren
hem altijd... Ik ervaar hem toch als heel rustig, bedeesd, soms grappig. Eloquent. Zo is hij ook wel, ja. Dat is iemand die altijd heel rechtuit, heel, heel rustig met die kon praten. Dus in dat opzicht is dat wel altijd heel, heel fair, heel correct. Natuurlijk, dat bleef die baas, die trainer. Dus dat is niet dat je... Dat je continu met elkaar te lachen en zo, maar dat is gewoon altijd heel proper, correct, aangenaam. De laatste keer op de Bosuil, gewoon door je kaska, je pakt er een deo mee, hè, alles wat er ligt. Hè. Krijg je er nog een afscheid? Loopt er dan rond? Iedereen zal Lucas gewoon zeggen, uw autosleutel afgeven, ik weet niet of je een auto krijgt. Nee, omdat ja, ik wist dan dat ik einde contract was, dus mijn contract liep al, dus ja, er is sowieso na... Ja, in dit geval was het een beetje speciaal, omdat je die viering nog had in het stadhuis, ja. En op de grote markt. Daar waren erbij, hè? Daar was ik bij, ja, inderdaad. Dus ja, dan zijn we allemaal daarna naar de botaniek gegaan, denk ik. En dan, ja... Mocht wat kosten. Ah, nee. Ja, eigenlijk moest ik dat zelf niet allemaal betalen. Maar... Er wordt ingehouden van uw loon. Ja, dat is dat. Ik krijg het terug, ja. Dus nee, op dat moment, ja... Die avond op waarvan iedereen gaat... op zijn uur naar huis en je neemt afscheid op dat moment, maar iedereen neemt afscheid van elkaar, want dat is de laatste keer dat je elkaar ziet voor volgend seizoen dan, dus in mijn geval is dat niet anders op dat moment, dus je neemt gewoon afscheid individueel met iedereen en that's it. Oké. Okay. Ja. Ik had dat emotioneler verwacht. Ja, je hebt mensen waar je een ander afscheid mee hebt dan sommige anderen, dus ja, dat is... Met Richie was het intenser dan met sommige anderen. Voilà, ja, inderdaad. Niet dat er tranen gevloeid zijn, maar ja, dat is toch wel altijd een speciaal moment. En denk dat je... Ik kon niet voor u spreken, maar toen mijn tijd bij de club, want ik ben lang geleden nog actief is op de club. Vaak heb je er leuke memes van ook. Hè? Ja, leuke dank u. Ja. Zal me eens doorsturen. Tot het straks mag. zo inderdaad, mijn pintje erbij. Vaak hebben spelers... een betere band, tussen aanhalingstekens, met de omkadering. Van, ja. met mensen die niet dagelijks met dat sportieve bezig zijn, maar wel voor de boltrammen zorgen en voor het appartement zorgen en voor de communicatie. Omdat die daar anders kunnen zijn dan tegen concurrenten. In mijn tijd hebben we inderdaad wel fijne afscheiden gehad, die heel warm en hartelijk waren. Ik denk dat dat misschien nog meer... op die manier is. Dat is ook zo, ja, met mensen achter de schermen waar we nog nooit van gehoord hebben, dan met... de namen die wij willen horen als voetbalfan. Nee, dat is ook zo gelijk gezegd. Dat klopt volledig. Je kunt anders zijn tegen die mensen, omdat je, ja, die doen ook andere dingen. Die doen ook dingen voor u, laat me het zo zeggen. Terwijl, ja, ja. Je collega's die doen niet echt dingen voor u. Dat is, zoals ik al zei, een redelijk egoïstische wereld. Maar in dat opzicht is dat wel inderdaad... Je behandelt die mensen anders, die behandelen u anders. Je creëert daar een andere... Mm-hmm. Manier van werken mee. Ik denk dat vaak zo'n dingen zijn. Allee, de warmte van de mensen van de club in het algemeen, dat is wat een voetballer vaak zal onthouden eerder dan zijn relatie met medespeler X of Y. Dus ik hoop dat we op dat vlak nog altijd goed scoren. Zeer goed, jawel, absoluut. Dat is goed. Over warme medespelers gesproken, een vraag van aan Duncan. Bijravant. Ah ja, hoe was die? Want dat is voor ons ook een cultfiguur. Ja. Van, dat is ook een cultfiguur, die is ja, heel bizar, omdat ja, die mens kon geen Engels. Dus ja, communiceren was al heel moeilijk dan. En ja, zoals iedereen die de taal niet spreekt, de eerste drie woorden die onthoudt zijn fuck, shit en die dingen. Dus ja, de enige wat daaruit kwam was you, fuck you. Als die kwaad was het you, fuck you. En als die goed gezind was het very good. Dus ja, okay. Daar redden niet zo heel veel diepgaande gesprekken mee. Ja. Maar, waar zit die nu? Die is terug naar Persepolis? Die is terug naar Iran, ja. Okay, dus nationale held daar. Ja. En was er dan iemand binnen de club die daar effectief vijf woorden mee kon wisselen? Of? En in geloofde? De Gerren was een believer. Ja, ik vond dat gewoon als naam Den Bijer, ik vond dat al direct goed voor dat een cultfiguur kunnen worden. Maar als je dan nu Buté ziet, is dat eigenlijk ongelooflijk dat er ooit discussie is geweest, hè, tussen die twee. Ja. En drie zelfs, De Wolf, ook in een periode eerste keeper geweest. Absoluut, ja. Maar ja, dat is...
politiek van de voetbal ergens op. En Butey had de status ook nog niet toen, hè? Dat hem nu heeft. Bij ons nog niet. Nee, en dat was Leko, hè? Dus dat was een van de mindere tactische. Maar dat was volgens mij ook wel een gevecht tussen Leko en de Noffi op dat vlak. Van ja. D moet spelen, en ik wil D spelen. Ja. Number one uit Iran gehaald. Spottie. Aanrader van Wilmots nog trouwens. Ja. Want Wilmots had hij ontdekt. Beter dan Courtois. Hè? Zij ja, dacht ik, ja. Ik heb een Courtois gezien en die kan gooien. Heb jij in die 3 jaar dat je er waart, de club nog zien veranderen en evolueren in de zin van ja, omkadering? Want je hebt al verteld over 3 verschillende coaches. En de, maar ja, wij als fan, ja, vergelijk je het Antwerp van vandaag met 7 jaar terug of 10 jaar terug. Dat is gewoon een ander club. Jij hebt 3 jaar erin gezeten en het ook nog zien evolueren? Ja, ik denk vooral de grootste evolutie die ik gezien heb, is daarin de komst van Overmars dan en die overgangsperiode. Ik denk dat we, of ja, dat de club naar een iets houdbaardere manier van werken gegaan is. En een iets langere termijnvisie heeft dan ervoor. En wat dat alleen maar ten goede kan zijn voor de club, denk ik. Nou, dat is zeer diplomatisch geantwoord. Nee, en ook eerlijk, denk ik, met de jonge gasten die ze aantrekken. Zorg dat er een vervanger al klaar staat op de positie. Als een ene vertrekt, ja, dat je de vervanger al hebt in huis. Absoluut, ja. En terwijl dat was, denk, ja, hoe dat ik het me herinner onder mijn periode met de Nofrio, was dat meer. Ik denk dat er vandaag nog wel het een en ander zou gebeuren in die periode. Dat er nog wel. Het is Luciano-time, ja. 10:30 op deadline day. Misschien Donny van de Beek. Nu deed hij nog 4 transfers gewoon. Ja, en twee ex-Rooi Duivels. Nu kwam er nog een bus toe voor morgen mee. Ja. Dus, Hazaarkapen van Anderlecht. Ja. Dus ik denk dat dat wel een evolutie is die ik nog iets of wat meegemaakt. En ik denk ook wel dat dat een belang van de ploeg, van de club is. Ja. Droomde jij nog van de nationale ploeg? Of is dat echt? Gewoon nee, niet echt. Ik denk, ik ben 28 nu. Ik denk dat er... ik ga mijn eigen ruiten misschien een beetje ingooien, maar ik denk dat er verstandigere keuzes zijn voor jonge gasten die nog meer toekomst hebben en die nog meer kunnen bijbrengen op lange termijn voor de nationale ploeg dan Vermeeren. Onder andere. Maar je kunt wel de Wilfried van Moer zijn van deze generatie. Ja, maar laat de leeftijd niet opgeroepen worden. En, ja, ik weet het niet. Belangrijk. Ik denk dat er anderen genoeg zijn die rol kunnen opnemen. De kampioenenviering. Daar hebben we het eigenlijk nog maar niet er weinig over gehad. Voilà, we zitten hier met een dubbelwinnaar, hè, man. Hoe, heb je alle kanten van de stad gezien die avonden? Zijn het meerdere avonden? Was het 1 avond? Het was dan vooral de zondag, was dan in het stadion vooral nog. En daar zijn we dan ook op een of andere verdiep terechtgekomen. En daar is het vierde. Ik werd er ook bij. Ah, voilà. En daar is het nog wel even doorgegaan. Ik heb foto's van u. En dan... En dat was geen platte water, neem ik aan. Nee. Dat weet ik niet meer. Dus die avond was dan, en dan de dag daarna was dan... Ben je nog mee naar Carré afgezakt ook? Nee, ik ben gelukkig niet meer mee naar de Carré afgezakt. Als ik de verhaal de dag daarna gehoord heb, was het misschien ook wel de verstandigste beslissing. Vertel. Ja, dat er relatief weinig nog gebeurd is en dat er vooral gehangen is geweest. Ja. Het was al laat. Het was al 4, 5 uur dat hij vertrokken. Dus ja, dan... Ja... Ik ben blij met het slot. En dan de dag daarna, ja, dat was een prachtige dag, vond ik. Die dag in de stad. Iedereen die, hoe dat je ziet, dat bij die mensen toch altijd... Verwachtte dat? Ergens wel, maar op het moment dat het gebeurt... Is dat voilà, toch nog... Ergens wel, maar ja, dat blijft onbeschrijfelijk. Hè. Ja, als je die mensenmassa daar ziet staan, dat is, je verwacht dat ergens wel, maar je kunt dat nooit... begrijpen. En hoe nuchter zit er op dat moment? Op zich viel dat nog relatief goed mee, omdat dat was niet zo laat, denk ik. Nee, 6 uur, 5:30. Ja, zoiets. Ja. En dan hebben wij om 2, 3 uur waren samengekomen, dus op zich was dat nog wel oké. Dus ja, dat is wel iets wat je, of wat ik toch alleszins heel bewust heb meegemaakt. En dat was fantastisch. En bekijk je die foto's nog terug en zo? Want die komen af en toe. Want dan heb je echt wel aan het filmen geweest. Ja, die komen zeker en vast af en toe terug. Ja. Ja. Wat heeft dan uw beste herinnering? Het stadhuismoment? Of het in het stadion op Den Bosch?
de avond zelf? Dat is een goede vraag. Daarvoor zit ik hier. Ja. That's why I make the big bucks. Ik denk dat de avond zelf was meer nog zo, omdat je in die adrenaline en die emotie zit van die wedstrijd nog, was dat meer zo mee met de massa, mee met de sfeer. Je zat er al, je werd er zo in gedropt en je waart er al direct klaar voor, zal ik maar zeggen. En op de dag daarna was dat meer zo de opbouw en dan zo op die bus en je zag dan zo die... Iedereen stond er dan wel rond, maar dan kwam je daar aan op de grote markt en dan zag je die massa en dan ging je dan van boven op de dingen. Dat was meer zo, wauw. Ja. Terwijl dat die avond, de zondag dan, waren er meer zo zelf mee in het geheel. Zo was dat meer zo go with the flow. Ja, want je zit dan in het stadion van de vijand, alleen van je jeugd. Je zit er in die kleedkamer, je bent kampioen. Wij zaten allemaal te wachten op het podium, maar niet kwam. Want dat is ook 3 keer verhuisd geweest. Golle, ik weet niet hoe heb dat Golle dan... Douchte Golle nog op dat moment? Of hebben ze nog gedoucht? Er zijn er wel die gedoucht hebben, maar er zijn er ook die... Gewoon de bus op. Ja. Dus dan wordt het toch al veel vroeger in het Antwerpen. We hebben, ik denk, 1,5 uur op ergens een of andere parking. Van de macro. Van de macro staan. Ja, op zich is dat nog niet zo erg, want je zit dan uiteindelijk nog altijd aan het feesten. Dus je blijft in die sfeer en je blijft, ja, dat is gewoon... En er was genoeg drank in de bus, veronderstel ik. Ja. Voorzien. De kampioenenviering in de tweede klas was dat niet voorzien. Hè. Zijn ze effectief nog een tankstation onderweg. Okay, moeten stoppen. Deze alles meegeritst, achteraf gaan betalen. Ja. Oké, deze keer was het wel voorzien. Maar hij staat er dan op de parking in Makko en de eerste 10 minuten denk je van, oké, je zit er niet mee bezig, je zit nog altijd allemaal samen aan het feesten. Maar op duur wil je ook wel naar die massa, want je krijgt dan verhalen, berichten, foto's van mensen die daar allemaal zijn. Dus je wilt daar ook wel naartoe, maar ja, dat ging dan op een of andere manier, omdat het podium waarschijnlijk nog niet klaar stond. Ja. Dus ja, je wordt er ook wel een beetje ongeduldig. Ja, het was 11:30 of zo, hè. Ja. En die match was al gedaan om... Op tijd. Ja, we vonden dat allemaal superbelangrijk dat podium juist stond. Ja. Maar en met de Supercup was dat dan terug zo gedoe, hè, om dat daar te krijgen. En dat ze geen 3 podia hebben... Bij de Belgische voetbalbond, come on. België. Ja. Word jij in die laatste weken ook nog betrokken in de zin van mee in de kleedkamer bij de matchen? Ja, ik kwam wel altijd kijken. Dus ik was na de thuismatchen was ik altijd in de kleedkamer en zo. Dus in dat opzicht wel. Maar ja, zoals ik daar straks al zei, je zit dan geopereerd, je hebt dan je eigen programma. Je hebt niet meer noodzakelijk dezelfde uren als die anderen. Dus je leeft daar anders naartoe. Dus ja, in dat opzicht is dat wel jammer een beetje. Mm-hmm. Alright. Wanneer zou jij er in het begin geloven dat het kon? Ook al zei het niet meer... Allez, weet dat van je eigen, ik kon hier niet meer op het veld staan om het te verwezenlijken. Mm. Maar, of had je er nooit in geloofd? Van, jawel, ik denk dat... Genk is te ver weg. Of, Nee, vanaf het moment dat die play-offs begonnen, voelde je wel zoiets van... Iets speciaals en dan ja, zeker die wedstrijd tegen Brugge, dat Arthur daar een minuut, 94 of zo, nog die winning goal maakt en zo. Maar was rapper, ik was januari. Dus, ja, ik was een dubbel. Ja. Je hebt dan na die bekerwinst dat je denkt van, nu gaan we gewoon op de laan verder, pakken we Union en dan... Ja, dat is zeker wel, maar dat komt 2 kanten en natuurlijk. Als je wel denkt, zoiets van, goh, we hebben die beker niet gewonnen en dat is een beetje... Nou ja. Nu, ik ben na de match van Union, de 1-1, thuis, met een Davino, want ik ook in een Davino, nog mee naar het spelers home geweest. Ja, de sfeer daar was... Niemand rekening mee gehouden dat die match niet gewonnen ging worden. Nee. Hè? Dus in dat opzicht was dat wel even een bittere pil. Dus ja, ik denk, dat was een... Een moeilijke 2-3 dagen. Maar niet zo bitter als de pil voor Genk 2 week later. Die moet nog een heel stuk bitter geweest zijn, inderdaad. Ja. Maar toch, ja, dat wordt... Had jij daar rekening mee gehouden? Niemand, denk ik. Nee, ik vond ook dat die match nooit kunnen verliezen. Zelfs. Maar die goal, alles aan die match was gewoon... Maar dan is het wel mooier, hè, dat effectief de uiteindelijke goal die je doet, is dan in Toby en een wereldgoal. Sowieso, ja. Dat, ja, voilà, je verliest als je eerst een belachelijke kutgoal en je pakt de titel met een wereldgoal. Ja, als je dat op voorhand door iemand laat schrijven, dan is dat een wereldverhaal, hè. Ja.
Dat is ongelooflijk. Van volgende week in de cinema. Ja, 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 voilà. Maar ja, dat is achteraf. Hè. Dat is niet als er ooit een film van maken, wie moet u spelen? Jij moet mij spelen. Ja, oké. Okay. Ik heb net gezegd dat ik een goede middenvelder zou zijn. Ja, dus... maar ik denk dat het een animatiefilm wordt. Ik zal de stem doen. Ik had toch Matteo Simoni gedacht. Ja, dat heb ik ook gekend. Ja, inderdaad. Kunnen. Ja. We winnen die match op Genk. Jij zei van die kant en je hebt heel je carrière door. Allee, hoe lang ben jij binnengebleven? Ja, krijg jij dan veel reactie uit die hoeken? Kende jij mensen die effectief on the boarding stonden om erover te spreken? Ik kwaad ze nog. Zoals ik daar straks al zei, mijn schoonbroer is redelijk Genk supporter. Ja. Dus die was wel teleurgesteld, als het zo zeggen. Maar kwaad, niet echt. Ja, uiteindelijk is dat... Ja, is ook, ja... Dat is voetbal. Dat is voetbal en deal with it. Ik bedoel, ik zie niet waarom mensen kwaad zouden moeten zijn op iemand. Ja, ik zie dat ook niet, waarom mensen kwaad zouden zijn op, als een uw ploeg verliest. Ja. Maar ik zie er keiveel kwaad worden. Ja, dat is waar, dat is waar. Ja. Maar dat is op dat moment de emotie. Kan ik dat misschien nog ergens begrijpen? Maar nee, op zich viel dat wel... Viel dat wel goed mee. Maar je bent niet de verrader van Genk of zo? Nee, denk, oh, zo zie ik mezelf toch niet. Misschien dat zij zo wel zien, maar... Ik denk dat dat best wel nog meevalt. Ja. Ik ben er stilletjes aan door. Ik ook, denk ik. Ja. Ik denk dat het voor mij ook goed is. Ik wil naar huis houden, eigenlijk zeggen. Ja, ik wil niet naar huis, maar ik moet morgen om 8 uur op de voetbal zijn. Dus ja. Dat is redelijk vroeg. Maar kom, ik bel hen. Dat is een gemakkelijke mens, heb ik gehoord. Dus, daar gaan we het niet over hebben. No comments. De huidige club gaan we het niet over hebben. Pieter Poeny, Potgrond Gerkes. Merci voor uw aanwezigheid. En, met veel plezier. En wij wensen u allemaal het allerbeste. Ik denk wel dat ik voor iedereen spreek. Ja. En voor alle Antwerpfans, dat je ten alle tijde welkom bent op een Bosuil. En dat je carrière komt afsluiten bij ons. Dat kan ook. En uw goal tegen de Beerschot, uw Europese exploten, de dubbel winnen. Jij gaat hier altijd met open armen worden ontvangen in Antwerpen. Dank u wel. Met veel plezier. Merci. Dank u wel. Thanks. Yo, merci.